Goedenavond, salam alaikum. Mijn naam is Fatih, ik ben projectmedewerker van PAJ. Zoals u ziet organiseren wij samen met De Andere Mening en ook met het Afrikaans Platform organiseren wij ons tweede debat. Dat is vandaag ons neutraliteitsdebat. Ik ga niet te lang het woord nemen. Laat mij jullie even voorstellen eerst aan de moderator, meneer Rick van Kouwelaert, de journalist. Dan hebben we de Abdelhai Ben Abdallah, dat is de chef politiek van De Andere Mening. Dan hebben we meneer Paul Bloy, die komt op voor de SPA. En dan hebben we meneer Wim Verkruijsen, die is jurist van het gemeenschapsonderwijs. Jammer genoeg kon meneer Suleiman van Aal niet aanwezig zijn, wegens een misverstand bij de communicatie. En mevrouw Anja van Rompuy heeft net laten afweten dat ze met een wijsheidstandontsteking thuis zit. Dus die kon ook niet afkomen. Maar in elk geval, ik denk dat het een heel boeiend gesprek zal worden. Daarom ga ik het overlaten aan de mensen. Applaus graag. Ja, goedenavond dames en heren. Zoals Fatih gezegd heeft, laten we er meteen aan beginnen. Eerst hebben wij dus een debat, maar daarna heeft u ook alle ruimte om vragen te stellen. En hou u niet in. En gelet op het feit dat we slechts met drie zijn, heeft iedereen wat meer tijd om... Oh ja, dat gaat beter. En dus, omdat er maar drie gesprekspartners zijn, kunnen we ruimer de tijd nemen om de visies uit elkaar te zetten. Dus laten we, voor de duidelijkheid van het debat, beginnen met wat de deelnemers aan het gesprek verstaan onder neutraliteit. Want het gaat hier vanavond over het neutraliteitsprincipe. Want ik heb zo de indruk dat iedereen daar een beetje een eigen mening, een eigen invulling aan geeft. Neutraliteit, wat moeten we daaronder verstaan? Als die neutraliteit al bestaat. En ik dacht eerst te beginnen met ons Bont, de burgemeester van Vilvoorde, want die wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Maar ik ga nu naar Abdelhai, want u speelt toch ook een beetje een thuiswedstrijd hier met Dam. Wat is uw omschrijving van neutraliteit? Goedenavond allemaal, assalamu alaikum. Wel, neutraliteit, eerst en vooral, is een zeer complex iets geworden. Het is iets dat continu voor controverse zorgt hier in België. Het is een splijtswam tussen gemeenschappen. Het wordt gepercipieerd bij moslims als zijnde iets dat gebruikt en misbruikt wordt om hen in een hoekje te duwen. Het is steeds neutraliteit versus diversiteit, versus godsdienstvrijheid. Nochtans is neutraliteit puur juridisch gezien niet iets dat tegen expressie is van levensbeschouwing. En het is ook zeker niet iets wat het is geen hoofddoekenverbod, laten we duidelijk zijn. Nu, om dat te situeren, denk ik dat het belangrijk is om even terug te gaan naar het staatsrechtelijke, naar de staatsrechtelijke dimensie van neutraliteit. En een beetje zonder te veel in detail te gaan, de geschiedenis van België. Willem I, koning van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, tussen 1815 en 1830, heeft beslist op een gegeven moment om het onderwijs, om het toch even over het onderwijs te hebben, te centraliseren. Namelijk een centraal gezag. En elk initiatief van onderwijs moet via de overheid gaan. En dat was tegen de zin van de zuidelijke Nederlanden, namelijk België. En op een gegeven moment is er dan een monsterverbond ontstaan tussen enerzijds liberalen die roepen om meer secularisatie van de samenleving en anderzijds de katholieken die zich benadeeld voelden omdat plots onderwijs gaan onderrichten vanuit de parochieën niet meer mogelijk was. En dat was een probleem. Uiteindelijk, als je door de geschiedenis heen kijkt van België, is de emancipatie ook vanuit de parochieën gebeurd, vanuit het katholiek onderwijs. Nu, dat heeft geresulteerd samen met een aantal andere zaken tot de Brabantse omwenteling in 1830, namelijk de revolutie. En het recht van godsdienstvrijheid is verankerd geweest in de priele grondwet. En dat is in het artikel 24, waarbij de grondwet zegt, in artikel 24, de gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in de eerbied voor de filosofische, ideologische
of godsdienstige opvatting van de ouders en de leerlingen. Het is waar dat het geen concrete omschrijving is, dus laat het in zekere zin een beetje een deur open voor interpretatie. Maar anderzijds is dan de Europese staatsrechtelijke dimensie. En na de Tweede Wereldoorlog is er het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gekomen. En in artikel 9 van het verdrag is het duidelijk in drie luiken opgenomen, namelijk de interne vrijheid. De interne vrijheid, dat wil zeggen dat je het recht als burger hebt om te geloven, of het omgekeerde, het omgekeerde, namelijk om niet te geloven, dat is gegarandeerd. Twee, het veranderen van levensbeschouwelijke opvatting, ook heel belangrijk. Uiteindelijk, misschien zeggen bepaalde godsdiensten van het is niet toegestaan om te veranderen van levensbeschouwing, dus garandeert de wetgever op dat moment de grondwet dat dat wel mogelijk is. En drie, de uitdrukkelijke expressie van levensbeschouwing, van geloof. En je hebt dan de collectieve, het organiseren van de erediensten, en daarnaast ook de individuele levensbeschouwing, ook in openbare ruimte. En dat wordt volledig gewaarborgd binnen het Europees Verdrag. Nu, oppassen, er is wel een achterpoort, en dat dient om ons te beschermen in onze grondrechten, namelijk, dat is juist wat misbruikt wordt de dag vandaag, namelijk een tweede lid van artikel 9 in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zegt, voorziet de mogelijkheid om godsdienstvrijheid in te perken onder zeer strikte voorwaarden en opgenomen in de wetgeving. Ja? En dat kan zijn tot ordeverstoring, dat kan zijn zedenschennis, dat kan zijn het bedreigen van onze democratische fundamenten. En helaas is dit wat we zien, hè? Dus wanneer dat we neutraliteit doorheen de geschiedenis bekijken, zie je effectief dat dat begrip kneedbaar is. Het is iets evolutief. Het verandert naargelang demografie, naargelang de context, de tijdsgeest, maar ook de bevolking. Ja? En dat moeten wij zeker niet uit het oog verloren. Nu, om even te concluderen, het dragen van religieuze uiterlijke kentekenen, of het nu op school is of in publieke ruimte of wat dan ook, verbieden in naam van de neutraliteit van de overheid is in principe in contradictie met de grondwet. Zowel de Belgische grondwet als het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En wanneer dat de overheid of een scholengroep afkomt op te zeggen om neutraliteit te beschermen, gaan we diversiteit verbieden op de een of andere manier, want ik noem dat diversiteit, dan schendt diezelfde overheid ook dat neutraliteit. En je komt dan tot een absurde situatie waarbij dat bijvoorbeeld de scholengroep kiest om ergens lokaal, om dat achterpoortje in de wet te gebruiken, te zeggen van ja, we hebben daar een probleem. En men kiest om daar een verbod te gaan in te stellen, om niet te polariseren zogenaamd. Uiteindelijk in een situatie terechtkomt waar men nationaal volledig polariseert en mensen in een hoekje gaat duwen en gaat discrimineren. Ja. Goed. Ik ga naar Paul Belouw, die mij gevraagd heeft van vooral te zeggen dat hij hier niet zit als vertegenwoordiger van Hans Bonte, liever, maar wel als man van de SPA, kandidaat. Maar hij heeft ook onderwijservaring. Meneer Belouw, hoe omschrijft u of vult u dat neutraliteitsprincipe in? Nu, ik praat in functie van de SPA en ik moet duidelijk zeggen van Patrick Janssens heeft in de tijd een verdeelde stad gekregen toen hij burgemeester werd. Iedereen weet Zwarte Zondag, iedereen weet de zeer zware stijging van het Vlaams Blok. En hij heeft toen beslist van één stad moeten we zorgen dat we allemaal samen die stad kunnen bevolken en wij gaan daar neutraliteit nemen als hoofdgegeven. Dus heeft hij toen duidelijk gezegd, geen hoofddoeken. 6 jaar later ziet hij en beseft hij zelf dat het eigenlijk niet veel heeft opgebracht. Bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap was volledig tegen de hoofddoek en zei hoofddoek mag niet. Maar zelf ons keppeltje mogen wel dragen. Ja, dan komt het tot een situatie dat je zegt van dit is niet haalbaar voor een stad. En
Na de verkiezingen hebben wij daar terug grondig over gesproken. En dan Jasmin Kerbar, die nu onze fractievoorzitter is in voorzitter van Antwerpen, is, heeft gezegd voor de ambtenaren, hoofddoek vrij. Dat wil zeggen, geen lange lijst meer wat je mocht dragen, wat je niet mocht dragen. Geen negatieve dresscode, want het werkt contraproductief. We moeten duidelijk zeggen tegen de mensen wat we moeten dragen voor welke functie. Dat is het standpunt van de SPA op deze moment. En ik denk, wij hebben de zaken, en het is niet, helemaal niet om te zeggen van we hebben stemmen verloren enzovoort. Het is gewoon weg. Even, 6 jaar geleden was dat een heel moeilijk gegeven. We hebben gezien dat dat effectief niet werkt en we zijn erop teruggekomen. Maar volgens u, toch nog even te vertellen, tot waar kan dat gaan? Voor u persoonlijk als kandidaat SPA, tot waar kan de invulling van dat neutraliteitsprincipe gaan? Neutraliteitsprincipe is gewoon, voor mij is dat gewoon heel eenvoudig, scheiding van kerk en staat. Wij moeten duidelijk ervan uitgaan dat de keuze van de mensen, wat dat zij persoonlijk doen, dat is hun keuze. Als wij een bepaalde, laten we zeggen, in overheidsdiensten, als men daar de keuze laat, dan moeten we ons houden aan de wetgeving. En de wetgeving zal bepalen wat er kan. Maar voor mij kan iedereen dragen wat hij wilt, wanneer hij wilt. Meneer Verkruijsen, het onderwijs is hier al een paar keer aangeraakt, het probleem dat zich daar stelt. Jullie zijn er ook als eerste mee geconfronteerd geweest met de invulling van dat neutraliteitsprincipe. Wat is momenteel bijvoorbeeld de stelling van de geldende stelling van het gemeenschapsonderwijs? Oké. Ik kom dan even terug op het artikel 24 van de grondwet, dat is aangehaald. In artikel 24 van de grondwet schrijft voor dat de gemeenschappen neutraal onderwijs moeten inrichten. En in Vlaanderen heeft men die opdracht opgedragen aan het gemeenschapsonderwijs, dus het GO. Het grondwettelijk hof heeft wel gezegd van kijk, GO, jullie hebben inderdaad de bevoegdheid, de macht om dat neutraal onderwijs in te richten. Maar die neutraliteit die moet je niet begrijpen als een statisch begrip. Dat moet je invulling geven naar gelang de maatschappelijke context en dergelijke. En, heeft het grondwettelijk hof ook gezegd, je moet ook de nodige maatregelen treffen om die neutraliteit te garanderen. Het gemeenschapsonderwijs wordt bestuurd door een gekozen raad. Die raad die wordt gekozen door alle schoolraden van alle scholen van het gemeenschapsonderwijs. En het is die raad die invulling geeft aan wat is nu neutraliteit. Neutraliteit hebben we gedefinieerd als actief pluralisme, kritische geest, respect voor de rechten van de mens en dergelijke. Dus er is wel duidelijk een waardevolle invulling aangegeven. Voor ons is neutraliteit absoluut niet kleurloos of niet kritisch of ja knikken of dergelijke. Ik zal misschien nu alluderen naar het verbod waar we toch zullen terechtkomen. Wat gebeurt er nu 2009? We zien hier in het Atheneum van Hoboken en het Atheneum van Antwerpen dat eigenlijk de twee enige scholen nog waren in de Antwerpse regio waar levensbeschouwelijke kentekens mochten gedragen worden. Met als gevolg dat daar een concentratie is ontstaan van leerlingen die levensbeschouwelijke kentekens droegen en eigenlijk druk uitoefende op de leerlingen die geen levensbeschouwelijk kenteken droegen, geen hoofddoek droegen, om dat alsnog te doen. De directies van Antwerpen, van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en Hoboken, hebben dan beslist in juni 2009 om het volgende schooljaar een verbod in te voeren. Een algemeen verbod op de levensbeschouwelijke kentekens. Een aantal leerlingen, kritische leerlingen, want dat is iets dat we ze bijbrengen, zijn toen naar de Raad van State gestapt in een kortgedingprocedure, een zeer, zeer snelle procedure. En toen heeft de auditeur mondeling gezegd,
de auditeur van de Raad van State die het verslag uitbrengt, die heeft gezegd, ja, wij zijn van oordeel dat waarschijnlijk niet de individuele scholen bevoegd zijn om een verbod uit te vaardigen, maar gelet op de constructie van het gemeenschapsonderwijs, dat een dergelijk verbod moet afgekondigd worden door de centrale raad van het gemeenschapsonderwijs. Toen heeft inderdaad de raad van het GO zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft een algemeen en principieel verbod afgevaardigd in alle scholen en instellingen van het GO. Waarbij de motivering tweeërlei was. Enerzijds, we wensen de personen te beschermen die er niet voor kiezen om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. En we moeten die vrijwaren van de druk. Anderzijds hebben we gezegd, waarom gaan we nu voor een algemeen verbod? We zouden dat misschien kunnen beperken tot bepaalde regio's en dergelijke. Maar hebben we gezegd, nee, want dan krijg je terug altijd concentratiescholen. Dan gaan mensen voor een school kiezen in functie van, daar mag men een levensbeschouwelijk kenteken dragen. En dan krijg je terug opnieuw concentratiescholen, terwijl het pedagogische project van het gemeenschapsonderwijs heel hoog oploopt met diversiteit, sociale mix en dergelijke. Vandaar dus het algemeen en principieel verbod in alle scholen en instellingen. Een aantal leerlingen zijn opnieuw naar de Raad van State gegaan en naar het Grondwettelijk Hof gegaan. Wat is nu de vraag, de initiële vraag die gesteld wordt? Dat is door de vorige spreker ook reeds aangehaald. Er is inderdaad een godsdienstvrijheid. Dat is voorzien in de grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar in bepaalde gevallen, zegt de TVRM ook, mag er een beperking zijn van die godsdienstvrijheid. Maar dat moet dan wel getoetst worden aan een aantal criteria en dergelijke. En het is die fundamentele vraag, mag dat verbod, is het niet in strijd met de godsdienstvrijheid, dat nu hangende is voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. En wij hopen als gemeenschapsonderwijs dat we daar ook snel uitspraak in krijgen, dat we het ook ten opzichte van ons leerlingen en ons personeel kunnen communiceren van de rechtbanken, de hoven hebben gezegd dan, dit kan of dit kan niet. En wij zullen ons natuurlijk gedragen naar wat de beslissing zal zijn van het hoogste gerechtshof. Er is nu een verslag van de auditeur dat ze ja. In die richting gaat eigenlijk. Dat het, Kijk, maar natuurlijk, in dergelijke zaken, in vele gevallen, volgt de Raad van State het verslag van de auditeur. Maar deze is werkelijk een unicum. En je hebt ook gezien in de ARCO-zaak, heeft de Raad van State niet het verslag gevolgd van de auditeur, maar hebben ze een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. En de prejudiciële vraag die ik denk dat er zal aankomen, is schendt het verbod van het gemeenschapsonderwijs het artikel 17 van de Grondwet, wel rekening houdend met het artikel 24 dat ons verplicht om neutraal onderwijs in te richten. En we zijn natuurlijk ook vragende partij om daar eens eigenlijk een antwoord op te krijgen. En alhoewel wij niet de verzoekende partij zijn geweest, hebben we meerdere malen al een brief gestuurd naar de Raad van State. Maak daar nu eens werk van dat we eindelijk weten waaraan en waaraf. Abdullah heeft dat al gezegd. Sommigen vermoeden dus achter dat neutraliteitsprincipe een vorm van, zeg maar, islamofobie. Is dat overdreven? Of moet ook, dat is een vraag die ik ook stel aan de andere paneleden, of moet bijvoorbeeld de moslimgemeenschap, want er is ook de Afrikaanse gemeenschap die niet onbelangrijk is in België, moeten zij met dat grote principe van de westerse democratie, namelijk die scheiding tussen kerk en staat, leren omgaan? Of zit hier toch inderdaad meer achter? Ik ga er straks op uw vraag even terugkomen. Maar ik wens het woord. Ja, goed. Ik wens even. Het klinkt juridisch heel mooi, meneer Verkruijsen, inderdaad. Maar neutraliteit en hoe dat staat in de grondwet is juist een garantie dat de overheid zich niet bemoeit of dat de school in principe de leerlingen en de leerkrachten in hun waardigheid laat wat betreft de uiterlijke kentekenen en het ideologische denken en de grondvrijheden. Maar inderdaad, en het is een evolutief, neutraliteit is een evolutief begrip. Bij de eerste schoolstrijd is het effectief in 1958 opgenomen geweest in de grondwet, als ik me niet vergis. In 1963 is het echt verbeterd. En dat was toen een passief neutraliteit. Een passief neutraliteit in die zin dat de school
en de leerkrachten zich niet bemoeien met de uitingen van de leerkrachten. Maak even van de leeuw. Is het punt er niet? Toen was het eigenlijk een hele simpele tegenstelling binnen België, namelijk vrijzinnig tegen, zeg maar, katholiek. Ja. Maar daar ging het toen om. Klopt. Ondertussen is de samenleving, de Belgische samenleving natuurlijk, compleet veranderd. Juist. Juist. Zeker in grote steden als Antwerpen en Brussel. En misschien dan om terug te komen naar het Atheneum. In principe is dit de omgekeerde wereld. Men zegt, we gaan vanuit de neutraliteit en om concentratiescholen te vermijden, de expressie van religie gaan verbieden in de scholen. Maar wat men dan doet, is juist het tegenovergestelde. Men gaat neutraliteit juist op die manier de betekenis volledig ontkrachten. Dat is nooit de bedoeling geweest. En de essentie waarover het hier gaat, is een, wat ik zie, wat ik merk in onze samenleving, is een monsterverbond van extreme secularisten, islamofoben, antireligieuzen. En het is een heel vreemde coalitie die gemaakt heeft van, kijk, het feit dat moslims zich uiten in de publieke ruimte en dat moslims duidelijk zichtbaar zijn, is problematisch de dag van vandaag. En dat gaan we moeten tegenhouden. En ja, hoe kun je het anders doen dan het juridische dat je hebt gaan vervormen en gaan de problemen gaan culturaliseren? Ik hoor daarnet dat meneer hier een probleem vermeld van het Atheneum in Antwerpen, dat moslimmeisjes die de hoofddoek dragen onrechtstreeks of rechtstreeks druk gaan uitoefenen op andere moslimas. Wel, dit is een absurde argumentatie, dit is een drogreden van mij, want indien er een probleem is, en ik kan, laten we ervan uitgaan dat er een probleem is, dan moet de school instrumenten gaan ontwikkelen om juist die excessen, die uitwassen, gaan tegen te houden en niet discriminatie gaan tegengaan, zo gezegd, door algemeen en iedereen te gaan discrimineren. Dat is niet de bedoeling. En dat is wat we zien, een culturalisering van de problemen. Namelijk, de moslimgemeenschap is problematisch. Nu, om dan terug te komen op uw vraag over democratie en democratische waarden, of dat moslims zich kunnen verenigen met onze grondwettelijke... Ja, want in Frankrijk heb je ook het principe van de lekenstaat. Ja. Nu, we horen het altijd terugkomen, dat woord kunstenaars zich door taal laten meeslepen. Ja, dat mag niet verbazen, dat is normaal. Maar in dit geval is dat meer dan enkel een onschuldige oefening in retoriek. Wat hier filosofisch kleedje krijgt aangetrokken in naam van diversiteit, in naam van pluralisme, in naam van de democratie, is eigenlijk het oude koloniale denkpatroon. Moslims bevrijden van hun achterlijke godsdienst. En moslims hebben geen probleem met deze samenleving door drie zaken. Ze zijn loyaal aan de wetten. De overgrote meerderheid van de moslims zijn zoals burgers, zoals u en ik, die loyaal zijn aan de wetten. Ze hanteren de landstalen, dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat de overgrote meerderheid, en zeker van de nieuwe generaties, Nederlands beheersen, en ook het Frans, en andere talen zelf. En drie, ze zijn effectief loyaal aan hun principes. En daar knelt het schoentje. Het feit dat ze zeggen van, wij zijn gelijkwaardige burgers, wij komen op voor onze rechten hier, niet alleen de plichten, maar ook de rechten, is al op zich problematisch voor een aantal middens binnen de politiek en binnen de media, binnen de intellectuele wereld ook. En het zijn kritische burgers die zeggen, wij wensen deel te nemen, te participeren aan deze samenleving, op onze manier ook. Wij willen mee vanuit ons waardekader deelnemen aan de samenleving. En een perfect voorbeeld daarvan is de moslimavrouwen die de leiding nemen in onze samenleving om de gemeenschappen, om de verschillende moslimgemeenschappen te emanciperen. En je ziet dat in het onderwijs, je ziet dat in verenigingen. En juist die moslimas, omdat ze
duidelijk opkomen voor hun rechten en duidelijk opkomen voor emancipatie en ze zeggen, hier zijn wij en vanuit ons eigenheid, vanuit ons waardekader willen wij deelnemen en we eisen participatie, ja, dan zie je dat het schoentje knelt. De politiek reageert door te zeggen van, ja, maar ho, niet met religie. Dit past niet in ons tramien. Maar ik kom hier straks op terug. Ik wou eerst nog iets aan meneer Beloy vragen. Het was heel erg aardig, enkele maanden geleden, vanuit de Afrikaanse gemeenschap, was er een soort reactie van, ja, in heel dat debat worden wij niet gehoord. Is dat ook een gevoel dat bij u bestaat? Nu, kijk, het volgende. Ik was in Hoboken het moment dat dus heel die heisa er was, omtrent hoofddoek ja of nee. Maar men moet toch wel één ding duidelijk stellen. Op dat moment, we hebben in ons onderwijs... U was onderwijs, verbonden aan de school. Ik was verbonden aan de school, als coördinator. En we hebben in België een uniek systeem. We hebben katholieke scholen, we hebben stedelijke scholen, we hebben gemeenschapsscholen. Wat blijkt nu? Katholieke scholen hebben het recht om te zeggen van, ze hebben hun eigen ideologie en op die basis kunnen zij dus de mensen toelaten of niet toelaten. Het stedelijk onderwijs en het geo-onderwijs zijn de twee onderwijsvormen waar men dus effectief de kans krijgt om een keuze te maken qua godsdienst. En wat blijkt? Als het stedelijk onderwijs gezegd heeft, geen hoofddoek, was er geen reactie. Ofwel heel weinig. En op een bepaald moment waren er nog maar twee scholen die overbleven. Dus ik denk dat we toch moeten zaken juist zetten. Toen het stedelijk onderwijs zei, geen hoofddoek voor onze leerlingen, was er heel weinig commotie. Op het laatste moment, tot de laatste twee scholen overbleven, dan heeft men komen zeggen, dat gaat niet enzovoort. En ik kan eerlijk zeggen, op dat moment was dat in onze school niet houdbaar. En ik kan dat persoonlijk zeggen, want ik was daar aanwezig. Op een bepaald moment was de concentratie zo groot dat de Afrikaanse gemeenschap in de school gewoon niet meer telde. En dat, vind ik, mag ook gezegd worden. En daar zeg ik erbij van, want dan praat je niet meer over diversiteit. Dan praat je over concentratie. En dit gegeven was heel belangrijk. Er waren nog maar twee scholen in heel Antwerpen waar men terecht kon. En dan vind ik het heel makkelijk om die twee scholen te zeggen van, jullie zijn schuldig en jullie enzovoorts. Want het is eigenlijk een proces dat al veel langer bezig is geweest. Dus eigenlijk moeten wij medelijden hebben met die scholen. Nee, sorry. Ik vraag geen medelijden, integendeel. Maar ik zeg gewoon, dit is een situatie die je krijgt. En op een bepaald moment, als wij leerlingen krijgen van Geel, leerlingen krijgen van Turnhout, die dagelijks op en af komen, dan is er effectief een nood. Ja. En als die maar terecht kunnen in twee scholen, dan vind ik dat het probleem moet groter aangepakt worden. En niet alleen met die twee scholen. Nee, maar het is heel frappant om te zien, ik geef er dadelijk even op reageren, wanneer dat mensen gediscrimineerd worden. En een oplossing te zoeken door naar een andere school te gaan, om die discriminatie te ontwijken, dat men dan zegt van, ja, maar de oplossing zal zijn dat we iedereen discrimineren. En dan is het opgelost. En dat vind ik heel frappant. Maar over concentratiescholen gesproken, ik vind het heel spijtig dat we leerlingen anno 2014 nog altijd in hokjes steken. Dat zijn dan de nieuwe generaties in hokjes steken van wij, zij. Dit is een concentratieschool, want die leerlingen zien er allemaal bruin uit. In plaats te werken op de essentie en structureel binnen het onderwijs, daar te gaan sleutelen en instrumenten te gaan ontwikkelen om de leerlingen op te trekken, of dat ze nu geel, bruin, blauw of wit, blank zijn, maakt helemaal niet uit. Gaat men zeggen van ja, maar nee, we krijgen te veel van die kleur, dus gaan we een creatieve oplossing op zijn Belgisch moeten zoeken. Het rapport alleen van OESO, dat recent is verschenen, toont aan dat het heel triestig gesteld is met etnische minderheden binnen de scholen. Niet alleen qua
onderwijsniveau, maar ook qua sociale achterstand. Dus ons onderwijssysteem slaagt er niet in om de kinderen op hetzelfde niveau te brengen als autochtonen. En dat vind ik een heel spijtig zaak. Daar moet men in werken. Ja. En niet eerder op de kleur. Ik kom even terug op uw repliek. Het verbod is van toepassing niet op één bepaalde godsdienst of dergelijke, is van toepassing op alle religieuze of ideologische kentekens. Dus Sikhs mag ook niet, de vrijzinnige fakkel mag ook niet. Dus daar hebben we niet een bepaalde geloofsgroep geviseerd. Ten tweede, een verbod kan wel. We hebben gezien in Frankrijk, waar naar aanleiding van het rapport Stasi, het parlement in Frankrijk een algemeen verbod in alle publieke sectoren heeft afgekondigd. En daar heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gezegd van dat kan wel. Ik ga nu niet de vergelijking maken tussen Frankrijk en België, want die is iets anders. En als laatste wil ik ook zeggen, ik wil mij ook niet verschuilen achter die neutraliteit en dergelijke. Want heel ons pedagogisch project is er juist op gericht om de sociale mix te doen, om binnen dat gemeenschapsonderwijs die nivellering weg te werken, die gelijkheid erin te houden. Maar als dat verbod een instrument is om binnen de scholen sereniteit te brengen, de mogelijkheid te bieden om in dialoog te gaan en dergelijke. En als dat kan gebeuren in een veilige, rustige, serene context, dan denk ik dat dat verbod wel verantwoord is. Het verbod is geen ding op zich voor ons om bepaalde religieuze groeperingen te pesten. Nee, het is juist om de rust en de vrede te bewerkstelligen binnen onze scholen. En het werkt ook wel, want uiteindelijk zijn er niet zoveel incidenten en hebben we naar aanleiding van de implementatie van het verbod ook geen leerlingen verloren. Wel, en misschien in eo tempero, misschien in betere tijden, zullen we het verbod misschien intrekken als de rust er terug is. Maar nu is het een maatregel om eigenlijk een forum te creëren waar in alle rust kan gedebatteerd worden. Ja. Pablo, jij wou nog even iets zeggen. Ja, ik wou gewoon even zeggen van, alsjeblieft, onderschat toch niet de situatie die Vlaanderen gecreëerd heeft. We zitten met een luxe situatie. We zitten met drie verschillende netten. Dus dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar niet je hebt er één net die zijn eigen reglementen opstelt. Waar niemand iets tegen kan doen. En die hebben de meeste scholen. Dus automatisch ga je dan krijgen een concentratiegegevens als zij zo hun reglementen opstellen. Bijvoorbeeld opstellen zodanig dat de leerlingen niet binnen geraken. Dan is er een probleem. Ik ben coördinator geweest van de OCAN-leerlingen. Ik probeer de leerlingen binnen te krijgen in de PIVA. En dat gaat gewoon echt niet. Die mochten gewoon niet binnen voor een stage. En dat was heel simpel. Het geld voor de betaling van de messen en al het materiaal dat ze nodig hebben in de PIVA, was heel duur. En op die manier hadden die mensen al een selectie gemaakt van de leerlingen die binnen konden beginnen. Dus er zijn zo van die heel van die zaken die plaatsvinden. En ik vind ook dat je dat moet beseffen, dat dat niet alleen het GO is, je zegt van nee, het is gewoon weg. Er zijn mechanismen van die men toepast, zodanig dat men automatisch daar niet terechtkomt. En dan komen ze allemaal, dat was dan het geval dat wij kregen dan, iedereen werd dan geduwd naar, er was nog één oplossing, Antwerpen of Hoboken. En dat is helemaal niks te maken dat wij iets hadden tegen het systeem. Want gewoon het systeem maakte dat zo. Ja, misschien in tegenstelling tot het katholieke net, waar het pedagogisch project is. Eigenlijk, ja, mensen zijn thuis katholiek gelovig en die traditie zitten wij verder in de school. Is het juist de bedoeling van het geheel, van het gemeenschapsonderwijs, om rekening te houden, want we bieden alle godsdiensten aan, de erkende godsdiensten, maar toch ook eens om binnen de poorten, binnen de bescherming van die school, kritisch te zijn, maar ook eens kritisch te zijn ten opzichte van uzelf. Ook eens kritisch te zijn, ik ben nu wel vrijzinnig, maar eigenlijk die katholieke godsdienst of de islam is misschien ook iets waar dat ik mij kan in terugvinden. Het is de bedoeling om daar een dialoog aan te gaan en ook zelf kritisch te zijn. En misschien als ik 18 jaar ben en ik ben puber gedaan,
En ik zeg misschien van, kijk, voilà, dankzij de dialoog die ik in de school had, dankzij de vrienden die ik daar heb gehad, kies ik nu voor een ander geloof. Dat is eigenlijk de bedoeling, de mainstream, dat is het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs. Creëert daar een ruimte om aan zelfreflectie te doen en, als je volwassen bent, misschien iets anders te kiezen dan uw milieu eigenlijk met u had voortbestemd. En dat is zowel voor Joodse kinderen, moslima en dergelijke. Want studies hebben aangetoond dat de determinatie van het milieu waaruit dat je komt, dat die enorm groot is. En dat willen wij min of meer toch eens doorbreken. Maar als je natuurlijk na het einde van die middelbare school zegt van, kijk, dat protestants geloof, ik ben erin opgevoed, voor mij nog altijd even goed. Maar ik heb wel eens kunnen kennismaken met de andere mogelijkheden die er zijn, qua religie en ideologie. Hoor ik daar een bekeringsdrang? Nee. Een drang naar zelfreflectie. Hè. Ja, interessant. Mag ik je toch even een vraag stellen? Want ik stel vast, bij mij in de regio, ik kom uit alle Vilvoorde, dat in de grote vrije scholen, vooral katholieke scholen, ook de toestroom van mensen met een Marokkaanse, Turkse achtergrond toeneemt. En ik heb even naar aanleiding van dit debat rondgebeld in een paar grote scholen in de streek. En die stellen inderdaad vast dat er een stijging is. Zelfs vanuit Brussel komt men dus naar die scholen. Nochtans, daar is het zeer duidelijk. Aan de voordeur moeten hoofddoek worden afgelegd. En het onderwijs is gemengd. Dus ik vraag me af, is er binnen de gemeenschap dan ook een verandering van gevoeligheid aan de gang? Dat is, ik denk, dit is niet de essentie of dat de hoofddoek nu mag of niet mag. Nee, maar ze volgen wel katholiek onderwijs daar. Hè? Ja, dus inderdaad. Ik heb ook katholiek onderwijs gevolgd en ik heb heel wat ervaring vanuit katholiek onderwijs ook. Nu, ik kom straks even terug op uw vraag, maar ik zit met een aantal andere punten van meneer Verkruijsen. U heeft net gezegd dat dat verbod niet alleen moslims treft. Ik ben er vrij van overtuigd dat u het zelf niet gelooft. Maar goed, u bent hier voor uw werkgever. Ik kan dat best begrijpen, ik heb er begrip voor. Maar in principe, ik geloof er niet in. Dit is duidelijk. Alle argumenten, alle feiten wijzen in die richting dat moslims geviseerd worden. En als het kruisteken helaas en de Sikhs ook mee geconfronteerd zijn, ook mee geïmpacteerd zijn, ja, dan is dat collateral damage helaas. Maar goed, het is duidelijk. Het verbod is ingesteld voor tegen de moslims. En u zegt ook, het verbod heeft geholpen. Wel, ik kan u zeggen dat elke kritische noot, ik kan u dat garanderen, dat elke kritische noot vanuit het middenveld, vanuit de ouders, ik heb gezien dat een collectief van vrouwen een brief heeft geschreven naar de leiding, naar de directie van het GO-onderwijs. En het antwoord was, geen compromissen. Hier wordt niet over gedebatteerd. Punt. De beslissing is genomen en het gaat door. Wel, welke keuze laat je aan de meisjes? Onderwijs is levensbelangrijk. Onderwijs is een steunpilaar in onze samenleving. Vandaar vertrekt inderdaad kritisch bewuste jongeren die een kritisch bewustzijn gaan opdoen, dat is vanuit het onderwijs. Maar laat verdorie, gebruik juist het juridische van de neutraliteit, laat toe dat mensen zich uiten met hun eigen religie. Dit is iets niet tegen derden. Religieuze kentekenen, zoals de hoofddoek, is niet iets dat is niet tegen iets, is geen houding tegen, maar is eigen van een overtuiging. En daar laat het zo en daar gaat het over. En het derde, kritisch bewustzijn, volledig mee eens. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Leerlingen moeten een kritisch bewustzijn opdoen in het onderwijs. Dat is ook de taak van het onderwijs. Maar het een en het ander, het spijt me, heeft niets te maken. De twee zijn niet gelinkt. Ja? Iemand die gelovig is en die vanuit zijn kritisch bewustzijn tot de constatatie komt later van hey, eigenlijk, dat is allemaal lari. Ik ga voor een andere levensbeschouwing of een vrijzienigheid. En dat wordt gegarandeerd door de grondwet. En de leerkrachten hebben hun werk gedaan. Maar zeggen van de hoofddoek gaan verbieden om een kritisch bewustzijn te gaan kweken, is even erg
als het tegendeel zelf. En dat vind ik heel spijtig. Misschien daar toch even op repliceren als het mag. Momenteel zijn er wat de leerlingen betreft 4 zaken lopende voor de Raad van State. 2 Sikhs-leerlingen en 2 moslimameisjes. Dus daar is toch duidelijk dat het niet een bepaalde groep is die we viseren en dat er ook andere mensen van andere religie daartegen in zijn gegaan. Dus het is zeker en vast niet specifiek gericht op de islam, dat verbod. Ik wil ook zeggen, mevrouw Raymonda Verdijk heeft toch de boemmeisjes ontvangen en dergelijke. Er is wel degelijk toch ook dialoog geweest. Plus de raad van het gemeenschapsonderwijs wordt gekozen door de schoolraden. En wie kiest de schoolraden? De ouders en de leerlingen van de desbetreffende school, het personeel van de desbetreffende school en dan leden die gecoopteerd worden uit de geburen. Dus het is eigenlijk die verkozen schoolraad die gaat zeggen wie zit er in de centrale raad van het gemeenschapsonderwijs. En het is die centrale raad van het gemeenschapsonderwijs die beslist heeft over het verbod en de invulling van de neutraliteit. Dus dat is uiteindelijk een democratisch gekozen orgaan binnen de scholen van het gemeenschapsonderwijs. Spijtig is natuurlijk dat er misschien te weinig participatie is binnen die schoolraden. En dat er misschien een grotere vertegenwoordiging zou mogen zijn van moslimameisjes of Sikhs of dergelijke. Maar we kunnen natuurlijk moeilijk de mensen zeggen van uw zoon of uw dochter wordt nu ingeschreven als u nu niet gaat stemmen voor die schoolraad. Er is ook een gebrek aan participatie, maar het nu verkozen democratisch orgaan van de raad heeft die beslissing genomen. Is dat dan een reden om te zeggen van ouders participeren niet genoeg in de schoolraden, dus gaan we hen benadelen door de moslims te gaan verbieden op een hoofddoek? Om met hun hoofddoek naar school te komen. Ik denk niet dat dat het juiste argument is, maar ik ben het met u eens inderdaad. Maar we hadden niet geantwoord op mijn vraag hoe vanwaar die tendens in rond de grote steden van moslimleerlingen die in het andere onderwijs stappen, namelijk het katholiek onderwijs. Dat vind ik een vreemde verandering in onze samenleving. Ja. Waar men dus de hoofddoek niet mag dragen, dat is duidelijk. Klopt. De tendens om de hoofddoek te verbieden op school, laten we daar duidelijk over zijn, is niet enkel in het gemeenschapsonderwijs. Je ziet dat meer en meer ook gaan naar het gemeente- en stedelijk onderwijs en ook in het katholiek onderwijs, al is daar geen algemeen consensus over en verkiezen de meeste scholen om dat niet te doen, als ik me niet vergis. Maar goed, ik denk wanneer leerlingen kiezen, en ik spreek dan over moslimleerlingen kiezen voor een school, dat ze ook kijken naar de levensbeschouwelijke en de waarden van de school. En naar mijn weten zijn de christelijke waarden nog altijd veel dichterbij dan een hardleerse extreme seculariteit. Die de moslims juist in een hoekje gaan duwen. Ik denk dat het vooral vanuit die hoek te verklaren is. We hebben hier nu veel gesproken over het onderwijs, maar het is ook in andere sectoren. Ik herinner mij, niet zo lang geleden is er daar een incident geweest in Mechelen met de VZW Prisma. En dat dus niet te maken heeft met onderwijs, maar dan wel met de manier waarop sommige werknemers daar hun godsdienst beleefden. Daar is toen een hele strenge, het platform van moslimorganisaties heeft toen met een hele strenge mededeling gereageerd, zeggende dat dus het moest een al toegeroepen worden aan het doortrekken van het administratieve neutraliteitsprincipe naar alle facetten van de maatschappij. U denkt dat u trouwens een van de mede-auteurs was. Ja, inderdaad. Dus het zit niet alleen in de scholen, het gaat ook veel verder. Ja. We hebben dat ook gezien trouwens met het fameuze incident rond de t-shirts achter de Antwerpse loketten. We hebben bij de overheid een aantal jaren terug een heel fel, met de overheid een heel fel debat gehad in onze samenleving over neutraliteit en uiterlijke kentekenen van religie achter de loketten. Wel,
Daar valt heel wat over te zeggen en daar kan heel wat over gedebatteerd worden. In die zin van, valt eigenlijk de ambtenaar in het uitoefenen van zijn werk, wel, wordt hij wel degelijk beschermd door de grondwet, het beschermen van de vrijheid van godsdienst en dergelijke, al dan niet. Het is een heel discussie. In ieder geval, wat wij aangekaart hebben vanuit de andere mening, is de tendens die wij duidelijk merken hier in dit land, is dat, dat men deze neutraliteit bij de overheid aan het doortrekken is naar andere facetten in onze samenleving, inderdaad, op de werkvloer, in het onderwijs. En al zeker wanneer een integratiecentrum zoals VZW Prisma in Mechelen voor de provincie Antwerpen dan gaat zeggen op een gegeven moment plots de drang voelt om een tweetal medewerkers, als ik me niet vergis, of zijn het meer, ik weet het niet meer, die al een decennia lang, die 10 jaar lang in de kelder, ja, in de koude keldervloer, hun 5 minuten pauze nemen, 2-3 keer per dag, om te gaan bidden of om te gaan bezinnen, dat men plots de drang heeft gevoeld om te gaan verbieden. Ja, we zijn met een intern proces bezig om alle levensbeschouwingen bij ons de juiste plaats te geven die ze het verdienen in onze democratische samenleving met al haar fundamenten. En ja, je kent de klassieke mooie woorden waar je haast in gaat geloven. En dat is het probleem. Een integratiecentrum, dat is een toonbeeld van diversiteit. In principe, het zou een toonbeeld van diversiteit moeten zijn. De integratiecentrum heeft ons langer dan 20 jaar voorgehouden dat ze moeite doen om op te komen voor etnische minderheden, om hen te helpen te integreren in dit land. Wel, ik zeg u duidelijk, kort en bondig, wij hebben, deze generatie heeft geen integratie meer nodig. En al zeker geen assimilatie. Dit zijn nieuwe generaties die zich een volwaardige burgers beschouwen en die wensen actief deel te nemen aan de samenleving. Hou op met over integratie te spreken. Wat wij wel nodig hebben, maar dat is iets anders, dat is inburgering. De nieuwkomers helpen om zich in te burgeren in onze samenleving. En dat wil zeggen dat ze effectief de moeite moeten doen om taal te leren. De overheid moet hen daarin helpen om de structuren van ons land te kennen, te leren kennen. Dat is heel belangrijk. Daar gaat het over. Consolideer al die integratiecentra in een centrum dat ergens verdeeld is in de provincie, enkel voor inburgering. En stop met ons belastingsgeld te smijten tegen integratiecentra die alleen zorgen voor eigen tewerkstelling en die niets anders doen dan zever te verkopen. Want dat is de realiteit vandaag. Ja. En wij hebben daar gereageerd vanuit PMO en een aantal moskeeën, een aantal organisaties uit het middenveld, van dit kan niet, dit is ongehoord. We gaan niet de deur laten openen om hetzelfde debat te gaan meemaken zoals in het gemeenschapsonderwijs, zoals bij de overheid en dit in hemelsnaam in een integratiecentrum. In een integratiecentrum dat pretendeert divers te zijn, maar waar de directie volledig blank is. Dit is schandalig. Ja. Paul Blooy, u bent eigenlijk nu professioneel bezig als een soort consulent in het bedrijfsleven om dit soort problemen te ondervangen. Hoe verloopt dat? Heel moeilijk. Omdat men niet gewend is van te werken met diversiteit en dat men dus daar heel vaak de meerwaarde niet van inziet. Dus dat is een zeer, zeer, zeer traag proces. Maar mits ja, een overtuiging en duidelijk te maken en zelf als voorbeeld zijn en zeggen, kijk wat ik zelf doe, kijk hoe ik het zelf in elkaar heb gestoken enzovoorts, geeft dat toch soms aan de mensen een klik van te zeggen van, het kan toch wel. Dus we zijn dus nu bezig met in Antwerpen, voor de stad in Linkeroever. Daar hebben ze een zwaar probleem qua diversiteit en we zijn daar aan het proberen van daar de gemeenschappen samen iets laten, samen te laten werken, samen te laten overeen te komen enzovoorts. Het gaat heel traag, maar het gaat wel. En wat hebben wij daarvoor nodig? We hebben nodig een aantal rolmodellen. Zij is niet aanwezig, maar een Fadoua, een Marokkaanse vrouw, gesluierd, een pracht van een dame, die daar ongelooflijk werk verricht en die ons constant heel inspirerend helpt. En stap voor stap maken wij vooruitgang. Het gaat heel traag, het is echt een dag, 3 vooruit, 2 achteruit, maar we gaan vooruit. En
We tonen aan dat diversiteit een meerwaarde heeft. En u merkt die evolutie op korte termijn al? Nee, korte termijn niet. Dit is een zeer traag, lang proces. Het feit is het volgende. De mensen zitten met heel veel problemen. En heel veel problemen waar ze dus meesleuren. En de noodzaak is eigenlijk van aandacht hebben voor die problemen. Gewoon. Je bedoelt nu aandacht vanuit de bedrijfsleiding? Ja, dus bijvoorbeeld, men vraagt aan de ouders te participeren in een school. Huh? Hoe kan nu een mama participeren in een school als zij bijvoorbeeld een appartement heeft met 1 slaapkamer en met 4 kinderen? Dat wil zeggen dat de oudste zoon pas kan gaan studeren als de 2 kleinste gaan slapen enzovoorts. En die mevrouw zit met al die problemen qua huisvesting, financiële problemen enzovoorts. Dan kan je niet vragen dat die mevrouw gaat participeren in een school. Er is nood aan een aantal mensen die luisteren en die vrouw kan helpen en kan mee de weg wijzen van zo en zo en zo kan jij eventueel uit die problemen geraken. En dat proberen wij eerst te creëren. Een aantal sterke vrouwen, en die Fadwa is zo'n vrouw, die heel sterk is, die zat in de shit tot en met, en die is eruit geraakt, en die helpt nu de anderen om, zij is een model, zij is de weg, want te zeggen van, bewandel die weg, dan kan je er ook geraken. En stap voor stap krijgen we dan vrouwen die dan op termijn ook zullen participeren in de scholen. Want eenmaal dat zij bevrijd zijn van al die randzaken, waar ze eigenlijk moeilijk kunnen functioneren, eenmaal dat weg is, kan je die mensen overtuigen om te participeren in school, om te participeren op de werkvloer. En dat zijn de zaken die wij proberen in elkaar te steken en proberen aan te tonen van mensen, het lukt. Mensen, het gaat, maar het gaat heel langzaam. Is dat vanuit uw partij dat u spreekt? Nee, dat is een privé. Men vroeg mij wat ik deed op privévlak, maar ik denk dat de partij ook beseft op deze moment dat ze veel. Ze moeten teruggaan naar de basis. En de partij, daar zijn heel veel discussies over enzovoorts in de partij. En ik denk dat ik. Daarom dat ik ook, ik ben eigenlijk nog maar officieel 2 weken lid. Maar het blijft bij discussies uiteraard. Ja. Nee. Men begint te verstaan dat er effectief. Ik ben bijvoorbeeld vorige week op Linkeroever samen met Monica de Koning gaan bellen, huisbezoek gaan doen. Ja, die mensen zijn verschoten. Ik heb gezegd tegen Monica, nu ga je luisteren. Je gaat dus niet gaan zeggen van dat en dat en dat, daar staan wij. Nee, je gaat nu gaan luisteren. Kathleen van Brent was erbij. Je gaat dus luisteren wat die mensen te zeggen hebben. Wat die mensen hun problemen zijn. En na 2 uren, appartementsblok 15 verdiepingen hoog, we hebben maar 6 verdiepingen kunnen doen op 2 uur tijd. Wetende dat elk verdiep was, waren 6 appartementen, niet meer dan 6. En wij hebben niet meer gedaan dan 6 verdiepingen. Waarom? Die mensen waren gewoon blij dat ze konden. Ze verschoten dat, de minister, voor mijn deur. En die zegt niks, die luistert. En die noteert. En ik probeer hen dat ook bij te brengen aan de partij. Dan zeggen van mensen, dit is de weg die wij moeten gaan. We moeten eerst gaan luisteren naar de mensen. En eenmaal dat we geluisterd hebben, moeten we gaan zorgen voor oplossingen en moeten we gaan proberen de mensen ergens mee richting te geven. Maak even, meneer Verkuijsen, wat Paul Belooyen eigenlijk schetst, is eigenlijk de gang van de democratisering van het onderwijs die wij ook meegemaakt hebben in Vlaanderen. En 2, een vraag die ik mij dikwijls stel als ik dit soort debatten hoor, is in hoeverre heeft de politiek dit debat verziekt? U bedoelt dan het debat rond de neutraliteit in het opleggen van... Dus de partijpolitiek bedoel ik dan, hè?
Ik had de indruk, ik heb niet de indruk, ik ben daar zeker van, dat toen Pascal Smit aantrad als minister van Onderwijs, hij zich heeft geëngageerd, ik denk dat jullie dat ook kunnen, om op het decretale niveau misschien een decreet uit te vaardigen dat dergelijke materie zou regelen. Maar we zijn nu verder en uiteindelijk is dat deze legislatuur er niet van gekomen. Men heeft zich dan altijd verschuild achter het feit, ja, laat het grondwettelijk hof en de Raad van State maar zijn job doen, terwijl de politiek altijd de mogelijkheid heeft om iets bij decreet uit te vaardigen. Maar daar, ik denk dat er binnen veel politieke partijen over een verbod ook niet veel consensus is en dergelijke. Nee, ik denk dat het ook altijd wel afwegen is van gaan we kiezers winnen of gaan we kiezers verliezen. En natuurlijk, dat is het voordeel van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. Daar is een cumul van een politiek mandaat, hoe klein of hoe groot ook, totaal onmogelijk. Dus die mensen hebben meer de mogelijkheid om niet electoraal te denken en meer principieel een beslissing te nemen. Of dat die nu goedkeurt of niet goedkeurt. Hè. Maar het populisme is daar minder aanwezig. Mag ik even? Ja. Ik ben d'accoord met u. Uw werkgever is de pedalen kwijtgeraakt. Maar de politiek is nog erger. En ik spreek dan, wanneer ik het nu momenteel over de politiek en onderwijs heb, dan heb ik het met name over de minister van Onderwijs en dan kijk ik naar uw partij. Uw partij heeft daar altijd een zeer dubbelzinnige houding en ook een beetje hypocriete houding in gehad. Maar ik begrijp het heel goed dat er heel veel mensen zijn aan de basis van die partij die het heel goed menen en die echt hun best doen. Maar eerlijkheid gebiedt ons om toe te geven dat die mensen ook stuiten tegen de plafonds van de partij. Wanneer dat onze SPA een tijdje terug 180 graden is gekeerd in het hoofddoekendebat namelijk en hetgeen de positie die ze namen in Antwerpen, is niet omdat ze plots het licht hebben gezien, is niet omdat ze plots beter verlicht zijn, maar heeft puur te maken met electorale reden en strategie. Ze zijn zwaar afgestraft geweest en de gap, het verschil dat ze nodig hadden om hier in Antwerpen in het bestuur te blijven, was juist die 7%. En dat is hetgeen dat pijn heeft gedaan. En dat is hetgeen dat ook effectief ervoor gezorgd heeft dat men 180 graden is gekeerd. Maar helaas, mooie principes en een andere visie, een visie wijzigen, is niet voldoende. Je moet een zekere veranderingsproces teweeg brengen bij de partij. Dat heet change management. En een veranderingsproces, dat heet een aantal criteria die je moet toepassen, mensen voorbereiden, een aantal toepassingen en zo de boot het tij keren. Maar dat gebeurt niet. Ik zie geen enkel initiatief in die richting. Maar ik antwoorden. Het is een rechtstreeks aanval. Ja, ik antwoorden. Het is geen aanval, het is wat. Nee. Het is, en ik moet eerlijk zeggen, hè, je hebt gelijk. Sorry, ik moet eerlijk zeggen, je hebt gelijk. En ik ben gevraagd geweest door Patrick Janssens bij de vorige verkiezingen. Ik ben als onafhankelijke gestart en ik heb nooit willen een lidkaart willen nemen. Omdat ik ook niet akkoord was met hetgeen wat er gebeurde. Nu, het is heel moeilijk. Het gaat heel traag. Maar ik ben al een jaar en een half aan het spreken met een aantal mensen in de partij. Die dus mee bepalen wat er gebeurt in Antwerpen. En ik kan u eerlijk zeggen, er is een kentering. Men begint te beseffen dat men anders moet. Is dat een generatieprobleem ook? Dat is wel een probleem als je dat aan mij vraagt. Ik ben al 50. Hè, dus, bij de anderen, bedoel, merk je dat bij de jongeren? Mandatarissen bij de jongeren? Het probleem zit hem eigenlijk gevoeld aan dat een aantal mensen gaan beseffen, we waren eigenlijk salonsocialisten. Sorry, ze beseffen het zelf in de zin van, wij waren eigenlijk bezig met een bepaalde groep van mensen. Hans van Bontel zal spijten dat hij er vanavond niet is. Waarom? Nee, dat is gewoon een stuk realiteit en je kunt dat niet meer ontkennen. En
de huisbezoeken die we aan het doen zijn, die we gedaan hebben, zijn zo verrijkend geweest voor een aantal mensen. Sorry, niet voor mij. Want ik zat in KH Hoboken, ik wist wat er gebeurde in Antwerpen. En ik wist wat er gebeurde in Hoboken, ik wist wat er gebeurde in op het Kiel. Dat was voor mij, en als ik nog met mensen praat van in de partij, dan krijg ik af van die antwoorden dat ik zeg van, maar mens, je weet echt niet waarover het gaat. Je weet echt niet wat er leeft. En stap bij stap beginnen wij bepaalde mensen te overtuigen. Dat zij zeggen van, ja, eigenlijk moeten wij terug naar de basis. Moeten wij terug naar het socialisme. Zoals het socialisme eigenlijk is uitgetekend geweest. En dat besef is echt bezig. Maar toch, met wat u daar zegt, en ook een vraag aan u, meneer Verkruijsen. Wat mij opvalt, is nu, we staan voor de moeder van alle verkiezingen, hè, zoals we dat dan graag in de pers noemen, toch heel belangrijke verkiezingen, laat het ons daarbij houden. En eigenlijk is dat neutraliteitsdebat in heel die verkiezingscampagne amper aanwezig. Ze hebben er geen baat bij. Ze hebben er geen baat bij. Maar dat kan toch niet. Ja, maar als ik dan zie ook hoeveel mensen van allochtone herkomst er op de verschillende lijsten staan, en letterlijk op het Vlaams Belang na alle lijsten, dan denk ik toch, ja, misschien is dit wel het moment om dat debat aan te zwengelen, maar toch gebeurt dat niet. Hoe legt u dat kijk, uit? Kijk, hoe legt u dat uit? Ik ga even spreken voor de Afrikaanse gemeenschap. Effectief, wij zijn zeer groot, maar op politiek vlak tellen wij niet mee. Ik ben de hoogste in rang als 12e voor de Kamer of voor Europees of federaal. Dus van al de partijen is er geen enkele zwarte die hoger staat dan 12. Dat is gewoon een stuk realiteit. Dus eigenlijk tellen wij niet mee. Maar spreekt u voor Vlaanderen. Hè? Voor Vlaanderen. Ik spreek voor Vlaanderen. Hè? Want in Brussel. Want in Brussel kan dat allemaal, in Wallonië kan dat allemaal, maar in Vlaanderen kan dat niet. De Maghrebijnse gemeenschap is sterker georganiseerd, is beter, heeft al iets meer traditie enzovoorts. En die hebben kandidaten in de Kamer, Senaat en de Vlaamse regering. Maar de Afrikaanse gemeenschap is helemaal niet aanwezig. Nou, nog niet. Weet je, als ik dat hoor, ben ik meer en meer overtuigd dat we echt een paradigmaverschuiving nodig hebben in de perceptie en het denken van de mensen in dit land. En verschuiving van perceptie naar feiten, naar realiteit. Wanneer dat vanuit de partijen is leert te luisteren naar de basis, luisteren naar de mensen, de mensen leren kennen, die vrouwen die ervoor gekozen hebben om een hoofddoek te dragen, om even te gaan spreken met die dames, om ermee in dialoog te gaan in plaats van uit te gaan vanuit een perceptieprobleem en het cultiveren van een probleem dat niet bestaat. Wat ik hier zie telkens, is dat men de meeste aberraties, de meest grote aberraties, excessen binnen onze moslimgemeenschap gaan uitvergroten en gaan uitsmeren als de gangbare islam. En men gaat zeggen van, dit is de islam en dit moet stoppen. En we moeten die mensen gaan stoppen. En dat doen de politieke partij niet genoeg. En al zeker niet de SPA, helaas. Moment. Mag ik dan ook even toch wel een betoog doen voor een bijvoorbeeld, en dat ligt voor mij heel gevoelig. En dus, ik ga weer even oppassen, hè, partijpolitiek enzovoort. Ik ga even persoonlijk in mijn functie als diversiteitscoach toch een pleidooi voor de homo's bij de Maghrebijnse gemeenschap. In de zin van, in mijn school, waar ik tot vorig jaar zat, werden die jongens werden gewoon constant gepest. En werden die jongens gewoon uitgesloten. En ik vind dat daar ook, hoe zwaar dat je en terecht pleit voor de hoofddoek, zou ik ook willen pleiten voordat die jongens ook hun plaats krijgen in jullie maatschappij. En niet worden, want sorry, ik spreek uit ondervinding. Moet u niet verontschuldigen, hoor. He, dus ik denk, als we eerlijk zijn, zijn die jongen bijvoorbeeld, die was een moslim, was een homo, heeft dan gekozen voor
zedeleer op een bepaald moment. En toen was het gewoon het kotteklein op school. De imam heeft daar, is daar tegen gaan praten tegen die mensen, is daar naar de ouders gestapt, is enzovoorts. En die jongen, je bent geen homo, dat kan niet, enzovoorts. Dan zeg je van jongens, mag ook die discussie geplaatst worden en ook gezegd worden dat die jongens ook hun plaats hebben in onze maatschappij. Juist. Wel, u maakt exact dezelfde fout als het tegen... Nee, laat me even uitspreken. U maakt exact dezelfde fout als hetgeen ik onze tegenstanders verwijt, namelijk het cultiveren en het culturaliseren van probleemgevallen en het uitsmeren naar de moslimgemeenschap. Inderdaad, je kunt niet opkomen tegen islamofobie en blind zijn tegen antisemitisme. En blind zijn voor antisemitisme, blind zijn voor homofobie en alle andere soorten discriminatie. Elke burger van dit land, of dat de burger nu moslim is, gelovig of niet gelovig, vrijzinnig, atheïstisch of welke levensbeschouwing ook, zou als één man moeten opstaan en luidkeels zeggen stop tegen alle discriminatie. Volledig mee eens. Maar alsjeblieft, ga bepaalde individuele gevallen niet gaan uitsmeren op een gemeenschap, of dat dat de Afrikaanse gemeenschap is, of dat dat de moslimgemeenschap is. Dat maakt zozeer niet uit. We zijn allemaal hier burgers. Maar ga die probleemgevallen isoleren en ontwikkel, zoals ik altijd zei, tools binnen het beleid, binnen de schoolomgeving, binnen de politiek. Ontwikkel tools om juist die probleemgevallen te gaan isoleren en aan te pakken op een of andere manier. Je hebt verschillende systemen in ons land, je hebt verschillende rechtsorganen in ons land die dat kunnen en dat past perfect in dat stramien. Vraag je zijn scholen. Okay, maar het zou wel handig zijn dat de Maghrebijnse gemeenschap ook zich daar duidelijk zou in uitspreken, hè, in principe, hè, naar de jongens toe. Hè, dat de jongens echt recht hebben om er te zijn, hè, zoals ze zijn. Wie zegt dat dat niet gebeurt? Kijk, ik denk dat het... Ik hoor het toch niet? Excuseer me. Ik heb wel een discussie over de hoofddoek. Ik herinner mij een debat waarbij meneer Bonte in het publiek zat, dat was in Mechelen, en hij sprak me aan, zeer emotioneel, van meneer, ik hoor u toch graag uitleggen van en dit en dat gaat niet goed en de politiek en de SPA en dit en dat, maar wat heeft de moslimgemeenschap gedaan om mijn probleem op te lossen? Namelijk mijn jongens die vanuit Vilvoorde naar Syrië vertrekken. Wat doet de moslimgemeenschap om dat tegen te houden? Ik hoor geen verontschuldigingen, ik hoor geen veroordelingen, ik hoor geen luide stem. Ik zeg, meneer Bonte, u bent selectief doof, want sinds 9-11 zie ik niets anders in de pers helaas ten allen spijt dan verontschuldigingen van moslims. Dat kan niet de bedoeling zijn. In dit geval gaat men een aantal probleemgevallen gaan isoleren. En gaan uitsmeren, zoals ik eerder zei, naar de moslimgemeenschap. Dit mag niet gedaan worden. Als lid van de moslimgemeenschap wens ik niet beladen te worden door een morele schuldgevoel van wat anderen doen. Houd daarmee op. Meneer Verkruijsen, is een school eigenlijk uitgerust om dit soort problemen op te vangen, vraag ik me soms af. We willen natuurlijk steeds meer en meer en meer geld. De middelen zijn altijd natuurlijk te kort. Hè. Wat dat zijn ook sociale problemen die niet zozeer iets te maken hebben met islam of met Afrikaans. En dat zijn gewoon sociale problemen waar mensen mee geconfronteerd worden. We leven natuurlijk in een multiculturele samenleving en dat is niet altijd even gemakkelijk. Het is langs de andere kant wel verrijkend. Maar ik denk, en dat is ook een oproep die ik doe naar de mensen, het zou belangrijk zijn mochten er ook wat meer moslimleerkrachten zijn in de scholen. Niet alleen de godsdienstleerkrachten, maar ook wiskunde, aardrijkskunde en dergelijke. Dat zou wel een hele grote stap vooruit zijn voor ons ook. Omdat een groot deel van onze populatie, ja, die komt eruit. Dan is het maar niet meer als normaal dat een groot deel van het onderwijzend kader ook moslim is, of binnenkort misschien Sikhs of dergelijke. Ja, je zult ze helaas niet krijgen door hen te verbieden om hun eigen te zijn binnen de scholen. Maar ik denk dat de scholen... u, als ik nog even mag, als u verklaart u dan, want
wij worden in Vlaanderen daarop aangekeken, maar dat in Brussel bijvoorbeeld, hè, waar je ongeveer, zegt men mij, bij de volgende verkiezingen, meer dan de bijna 80% van de verkozenen zullen mensen zijn van niet-Belgische herkomst. Je vindt ook lesgevers daar in de scholen, hè, waar meneer Kruis nu naar verwijst. Waar zit die stop, zal ik maar zeggen, om tot die situatie te geraken bij ons? Wel, kijk, ik denk inderdaad, de etnische minderheden, en ik spreek dan in mijn eigen naam, als lid van een van de moslimgemeenschappen. Wij zijn een significante groep binnen deze samenleving. En die groep zal alleen maar groter worden naar de toekomst, en zeker voor wat Brussel betreft. En wanneer dat de politiek, de overheid, niet in dialoog gaat met die mensen, en wanneer dat de politiek en de overheid hen niet in beschouwing neemt en niet een onderdeel beschouwt als de oplossing voor uitdaging binnen onze samenleving, dan zie ik dat zeer pessimistisch in. Het is niet 5 voor 12, het is echt 5 na 12. Mm-hmm. En vandaar ook mijn oproep, want daarnet sprak u over het feit dat politieke partijen net voor de verkiezingen de thema's die moslimgemeenschappen aanbelangen compleet verzwijgen. Dit is inderdaad waar. En dit is niet toevallig. Dit is met een reden. Is het een strategie of is het gewoon een feit dat het debat minder, zal ik maar zeggen, acuut is dan enkele jaren geleden? Ik denk niet dat dat minder acuut is, integendeel. Het is meer dan ooit, het debat is meer dan ooit acuut. Mm-hmm. Maar goed, men heeft schrik voor de adem van politiek rechts en men durft geen posities in te nemen. Men wil graag de stemmen verkrijgen van onze gemeenschappen, maar het andere neemt men niet graag bij en dat is het probleem. Aan het gemompelde oor in de zaal denk ik dat er al een paar vragen zijn die klaar zitten. Als die er zijn, alsjeblieft, dit is het moment. Is er een microfoon voor de... Wie steekt er van wal? Mevrouw op de derde rij daar, of de vierde rij, pardon. Je krijgt zo de microfoon. Nee. Ah, voilà. Check. Er ook meteen bij zeggen aan wie de vraag gericht is. Ja, sowieso. Ik heb voor meneer Verkruijsen een vraag. Ik heb toch de naam juist. Ja, Verkruijsen. Wat betreft de gevallen binnen in het onderwijs. Hè, als u spreekt van, we kwamen op een kritisch punt, hè, waarin we echt een zaak hebben moeten regelen om andere zaken tegen te gaan. Hè, dus wat betreft het hoofddoekverbod. Dan vraag ik mijzelf af, met opleiding van opvoedster ook, en ik heb zelf ook in werkingen gewerkt, waarin dat we de promotie hebben gedaan van ouders te betrekken bij het schoolgaan, bij het deelnemen aan activiteiten, om de belangrijkheid daarvan weer te geven. Dan vraag ik mijzelf af hoe het komt dat je binnen een grote gemeenschap eigenlijk, het onderwijs, die enkele gevallen die hebben gemaakt dat er zulke beslissing is getroffen, dat je die ook niet hebt kunnen opvangen met de diensten die aanwezig zijn, hè, binnen ons land. Dus dat echt is moeten uiten in een volledig verbod. En dat verbod heeft zich nu geuit ook in een rebel. Mensen worden rebelleus daarentegen. Ik heb geen dochters, ik ben blij dat ik alleen maar zonen heb. Maar nee, echt waar. De keuze van het dragen van een hoofddoek is een keuze die je heel bewust doet. Dat heb ik zelf ook gedaan en ik ben ervan overtuigd dat al onze meisjes binnen onze gemeenschap dat doen. Dat er een enkeling of enkele gevallen zijn waarin dat er nog een verplichting bestaat. Dat kan. Ik zeg niet dat dat niet bestaat, hè. Maar dan ga je het hier echt over enkelingen. Dus wat ik mij afvraag is gewoon die lijn doortrekken. En beseffen dat eigenlijk, jullie hebben niks teweeggebracht, alleen maar dat rebelleus gevoel in ons.
En dat uitzicht zowel in de schoolgaande kinderen als bij ons, als volwassenen. Dus als ik u goed begrijp, uw vraag is, uw stelling is, dat de oplossing die gegeven is eigenlijk het probleem verergerd heeft. Ik denk dat we daar zeker moeten bij stilstaan binnen het schoolgebeuren en daarbuiten ook. Ja. Even kruisen. Ja, ik kan natuurlijk enkel namens het gemeenschapsonderwijs spreken. Hè. We zagen toch wel dat er daarvoor al in heel veel gemeenschapsscholen er een verbod was, zeker in Brussel. En op een bepaald moment, naar aanleiding van wat er hier in Antwerpen is gebeurd, hebben we toch gemeend te moeten reageren door inderdaad dat algemeen één principieel verbod. Wat stellen we nu vast, want het is al van kracht vanaf 2009, dat er zich eigenlijk in de scholen zeer weinig incidenten nog voortdoen, dat de leerlingen zijn blijven komen en dat ze, wanneer ze de school binnenstappen, het levensbeschouwelijk kenteken, want ik wil het nog eens benadrukken, het gaat hier niet over een hoofddoekverbod, dat ze het levensbeschouwelijk kenteken uitdoen en als ze de school verlaten, het levensbeschouwelijk kenteken terug aandoen. Zonder dat daar individuele incidenten zijn. We hebben nog nooit een leerling definitief moeten uitsluiten of dat omdat hij of zij weigerde een levensbeschouwelijk kenteken uit te doen. We hebben 300.000 leerlingen in ons net. Er zijn twee moslima, zoals ik al aangehaald heb, twee moslima meisjes die naar de Raad van State zijn gegaan naar aanleiding van de implementatie van het verbod op 1 september vorig jaar. Twee Sikhs jongeren en uiteindelijk vier moslima leerkrachten op een populatie van 35.000 personeelsleden en 300.000 leerlingen lijkt dat eigenlijk heel weinig. Waar ik toch van zeg, het wordt dan toch ook gedragen door onze leerlingen en het grotendeel 99,9% van onze leerkrachten. Ja, maar als ik spreek over rebelleus, dan heb ik het niet over het feit dat die kinderen gaan binnenkomen en dat die een hele heisa gaan maken omtrent de beslissing die het gemeenschapsonderwijs heeft gemaakt. Maar als ik spreek over rebelleus, dan heb ik over het feit, als we spreken over neutraliteit binnen onze maatschappij, neutraliteit bestaat gewoonweg niet. Ja, kinderen die groot worden gebracht in een milieu waarin dat zij zichzelf niet kunnen zijn en waarin dat de waarden en de normen die zich in hun levensbeschouwing bevatten gewoon niet naar voren kunnen komen, ja, dat creëert een rebelliositeit. Onze jongeren... Dan wil ik toch ook de anderen willen laten op antwoorden, want is het inderdaad zo, ook, meneer Belooy, dat neutraliteit niet bestaat? Wat is wat mevrouw zegt? Ja. Ja, maar het staat wel in de grondwet. Hè. Het staat in de grondwet dat we het moeten invullen. Ik begrijp wat mevrouw zegt. Maar we wijzigen af en toe grondwetten. Dus. Wat mevrouw zegt, denk ik, is dat de samenleving divers is. Mm-hmm. En dat de overheid de taak heeft om zich neutraal te gedragen ten opzichte van zijn burgers. En dat is wat mevrouw zegt. Neutraliteit staat als iets grondwettelijk. Maar niet als iets dat door de burgers moet uitgeoefend worden. Het is juist een garantie die de staat geeft aan haar burgers, dat de burgers gelijkwaardig worden behandeld. Mm-hmm. En voor de rest, ik hoor meneer Verkruijsen zeggen van eigenlijk, er zijn niet veel meisjes of ouders die daar tegenop ingaan. Want ik vind het, wanneer je die redenering doortrekt, in principe wat u zegt is van, we discrimineren mensen, maar vermits dat die mensen niet reageren, is het dus oké om die mensen te discrimineren? Want dat is het argument dat ik hoor, of vergis ik mij? Ik zeg niet dat wij mensen discrimineren. Hè. En ik wil nogmaals benadrukken, dat verbod is geen doel op zich, maar dat is juist een middel om de sereniteit binnen onze scholen te bewaren. Juist om dat actief pluralisme eigenlijk te promoten. Om de discussie met anderen aan te gaan. Maar oké, dat verbod is daar juist gekomen om dat in een neutrale sfeer te doen. Wat niet wilt leiden om tot neutrale leerlingen te komen. Hè. Ik denk dat doel en middelen hier een beetje door elkaar worden gegooid. Heel snel reageren. Ja. Wel, ik denk dat u inderdaad er goed in geslaagd bent om die sereniteit te bewaren. Mevrouw Verduijk heeft in het verleden gezegd, de beslissing heeft alle mogelijke juridische procedures doorlopen en stand gehouden. Ze wordt consequent toegepast. Geen
compromis. Wel, vandaag heeft de auditeur van de Raad van State jullie ongelijk gegeven in 3 van de 4 argumenten die jullie naar voren hebben geschoven. En ik hoop echt dat u nu ook zeer consequent hetzelfde gaat doen en compromisloos gewoonweg afschaffen. Maar, ik denk dat het duidelijk is als de Raad van State zich uitspreekt dat u geen andere keuze heeft dan zich eraan te houden. Het is een zeker en vast, maar het is nu hangende voor justitie. We zullen afwachten wat de Raad van State of het grondwettelijk hof hierover zegt. Hè. Meer kunnen we niet doen. En natuurlijk zullen wij ons conformeren naar wat de uitspraak zal zijn. En ook wij zijn vragende partij daarvoor. Hè. Wat we goed weten waaraan en vanaf. Hè. Pascal Smet heeft jullie ook in de kou gelaten. Dat moet ik ook toegeven. Kijk, hij neemt, de minister neemt zijn verantwoordelijkheid kijk, niet. Kijk, wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen als Raad GO. Of dat die beslissing nu goed is of slecht is, ik weet het niet. Of dat ze in schending is met het EVRM, dat zal de rechtbank uitmaken. Maar we hebben niet zitten dralen, we hebben wel onze verantwoordelijkheid genomen. En door die verantwoordelijkheid te nemen, zijn ook naar leerlingen naar de rechtbank kunnen gaan. En kunnen ze nu eigenlijk gaan vragen, mag het of mag het niet. We hadden ook het altijd maar ons voor kunnen uitduwen en uitduwen en zo van die halflauwe omslachtige maatregelen treffen. Dat hebben we niet gedaan. En we respecteren dat ook. En dat is de kritische zin van het gemeenschapsonderwijs. Dat leerlingen zeggen van, kijk, voilà, ik denk dat dat toch niet kan. Ik ga naar de rechtbank of ik ga naar de Raad van State of het grondwettelijk hof. Dat is een teken dat eigenlijk ons actief pluralisme, onze kritische geest, onze mondigheid wel werkt. Mevrouw, ja, meneer Verkruijs, ik zou u vandaag graag een getuigenis willen brengen van een leerkracht die te werk gesteld is in een van jullie scholengroepen. Ja. Een van de meest islamofobe scholengroepen, scholengroep 8. Ja. Zij mag sinds kort, een aantal maanden, wordt zij de school binnengesluist langs een achterpoortje. Ze mag haar leerlingen niet meer gaan halen op de speelplaats. Ze mag geen toezicht meer houden. Ze mag haar leerlingen niet begeleiden naar de refter. Deze taak is voorbehouden voor haar leerkracht niet-conventionele zedeleer. Stel mij de vraag, want u zegt, er zijn geen problemen, dat wordt gedragen. Er zijn nog meer getuigenissen. Voor alle verduidelijkheid, dus een lerares. Ja. Die ik persoonlijk ken. En die lesgeeft voor haar klas, maar die uitgesloten wordt van een aantal activiteiten. Bijna alle, behalve het lesgeven van alle buiten anderen. Buiten het lesgeven, ze mag ook geen leerlingen aanspreken. Mag ik één ding vragen? Schoolgroep 8. Schoolgroep 8, Brussel. Welke is dat? Boko. Dat is Brussel. In Brussel spreekt je nu? Brussel, ja. Ja, ja. Kijk, ik kan natuurlijk moeilijk over een individueel geval een uitspraak doen, maar wat is het verbod met betrekking tot de leerkrachten? Hebben we gezegd, de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken mogen tijdens het vak dat zij doseren of in het kader van een extra moerasactiviteit in het kader van de godsdienst of de zedeleer, mogen zij in levensbeschouwelijk kenteken dragen, zoals ook alle leerlingen die op dat moment de godsdienst of de les levensbeschouwelijk volgen. Wat we hebben gezegd over het toezicht op de speelkoer is het volgende. Daar hebben we gezegd, kijk, daar is de leerkracht eigenlijk een neutrale ambtenaar. En als er op een speelkoer een conflict ontstaat tussen, ik weet niet, een Servisch-orthodoxe jongen en een moslimjongen, dan moet de leerkracht die daartussen komt minstens de schijn van neutraliteit hebben. Dus daar is het niet mogelijk dat een levensbeschouwelijk kenteken gedragen wordt. En dan hebt u natuurlijk die moeilijke gevallen, dat zijn de tussengevallen. Hè. Dat hebben we niet allemaal kunnen vatten door een omzinbrief en dergelijke. En daar zijn we min of meer van uitgegaan, van het gezond verstand en ook de macht en de bevoegdheid die de directie ter zake heeft. Als de directie daar zeer extreem in gaat, ja. Wat doet u dan met leerkrachten die op een politieke partij prijken? Die dan tussenkomen? Kijk. Zolang zij, geen reclame maakt voor haar partij. Ja. Het is ook verboden, hè. Ik denk dat het toch wel duidelijk is. Het is ook wanneer dat die een leerkracht van de politieke partij daar met een t-shirt staat van Vlaams Belang of een andere partij, dat mag ook niet. Hè. Het is wel in zijn privéleven,
dat hij politiek mag zich manifesteren en dergelijke. Hè. Maar het is het moment wanneer hij op die speelkoers staat, dat hij neutraal mag zijn en dat hij geen foldertjes moet beginnen uitdelen van een politieke partij of dergelijke. Of een kenteken dragen van een politieke partij. Daar is iedereen hetzelfde. Hè. Ja, dan wou ik nog mijn laatste afsluiten. Ik mag biologie geven en informatica. Ja. Maar ik moet daarvoor een metamorfose ondergaan. Want u had daarnet een oproep gedaan om meer moslima's te laten lesgeven en voor de klas te staan. Kijk, we richten neutraal onderwijs in. We verplichten ook niemand om bij ons te komen werpen. Maar een van de voorwaarden is natuurlijk een aantal regels in zaken die neutraliteit in acht nemen wanneer je bij ons komt werken. Als ik morgen naar het katholiek onderwijs ga, dan zal ik mij ook moeten gedragen conform de christelijke waarden die daar heersen. Ik denk dat dat een voorwaarde is die in dit geval de werknemer, de werkgever, zeker en vast mag vragen van ten opzichte van zijn werknemer. Een vraag achteraan, hè? Ja, mijn vraag is eigenlijk gericht naar meneer Verkruijzen, de jurist. U bent veel bevraagd vanavond. Ja, de jurist van het Go-onderwijs. U goochelt met wetten en probeert ons met jouw titel als jurist te verblinden. En u spreekt over artikel 17 van de rechten van de mens, hè, die dat dus is voor de godsdienstvrijheid, dus eigenlijk ja, in het voordeel van de moslima's eigenlijk spreekt. Maar dat dan in contradictie staat met artikel 24 van de grondwet. En u zegt dan dat artikel zegt dat u eigenlijk verplicht bent om neutraal onderwijs in te richten. Maar u gaat niet verder. Artikel 24 geeft nog een paragraaf 1. Dat zegt het onderwijs richt neutraal. De onderwijsinstelling richt neutraal onderwijs in. Met eerbied voor de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen. En hoe valt een verbod dan nu te rijmen met de echte betekenis van artikel 24, dus met de eerbied voor de godsdienst en ideologische en godsdienstige opvattingen van leerlingen en de ouders? Want waar blijft die eerbied nu dan? Voilà. Dat is een duidelijke vraag. Ja, natuurlijk. Het is altijd een evenwichtsoefening. Zeker in dit geval hebben we geopteerd dat wanneer de rechten en vrijheden van andere personen in het gedrang komen van andere leerlingen, dat we de keuze moeten maken, en we hebben ook die keuze genomen, om inderdaad dat verbod in te voeren. Juist om ook die andere leerlingen te beschermen tegen bekering of dergelijke, of beïnvloeding, waardoor zij hun vrijheid zouden verliezen om geen levensbeschouwelijke kentekens te dragen. En wat dan met de vrijheid van al die meisjes die daar plots niet mogen zijn, wie dat ze willen zijn? U maakt er eigenlijk een omgekeerde oefening. Er werd gesproken over concentratiescholen en dat iedereen, eigenlijk alle moslima's, massaal naar al die scholen trokken. Waarom? Omdat ze daar zichzelf mochten zijn. Dat was een verademing voor die moslima's. Eindelijk een school waar ze zichzelf alleen mochten zijn. Dus. Niet alleen meneer Verkruijzen heeft dat gezegd, ook meneer Belooy heeft dat gezegd. Ja. Ja, klopt, dat is waar, want de onderwijsminister is inderdaad van de SPA en ik heb eigenlijk voor u ook een opmerking. Maar hij was toen nog niet van de SPA. Minister Pascal Smet, u had daarna... mag ik nog een vraag stellen? Of, doe dan rustig, ja? Doe rustig. Ja, dus u had er straks eventjes iets over homo's aangehaald en u had dan gesproken... Dat is meneer Belooy. Meneer Belooy, ja, ik richt mij nu tot u. Hè. U had gesproken over homo's en u had dan een persoonlijke ervaring aangehaald. Sta me toe om ook een persoonlijke ervaring aan te halen. In mijn laatste jaar, in het zesde jaar ISO van het Atheneum Deurne, hadden wij dus een reis gemaakt naar Italië. En we hadden twee Marokkaanse moslimjongens in heel het zesde zitten. En we hadden ook een homo-jongen. En geen enkele Belgische jongen wilde met die homo-jongen op de kamer slapen. En die twee jongens, omdat zij ook constant voelen van, kijk, wij zitten in de minderheid, wij worden soms niet altijd behandeld gelijk de rest, hebben zij eigenlijk de verantwoordelijkheid genomen en zij hebben die eigenlijk toegestaan om mee met hen in de kamer te slapen. Dus
Dus een tegenovergestelde ervaring van hetgeen dat u heeft ervaren. Mag ik op antwoorden? Ja, tuurlijk. Dit is juist een prachtig voorbeeld van diversiteit. Vind ik ook. En ik vind dat ik wil dit aanmoedigen tot en met. Ja. En ik ben de eerste die daarvoor zal gaan om voor al de gemeenschappen gewoon iedereen moet binnen zijn waarden erkend worden. Oké, dat was een opmerking, maar ik heb ook een vraag. Oké. Sorry. Minister Pascal Smit heeft binnen het kleuteronderwijs eindtermen ingevoerd opdat homoseksualiteit eigenlijk aanvaard zou zijn. Bespreekbaar wordt. Bespreekbaar wordt en dat kindjes er niet meer raar van opkijken als ze twee mannen bij elkaar zien of twee vrouwen die dan koppel zijn. Hè. Dus op die manier, het maakt dus deel uit van de eindtermen. Het aanvaarden van mensen met een andere geaardheid. Hè. Dat behoort tot de eindtermen. Ja, ja. Dat is dus een minderheid en dat is goed dat er voor hun rechten wordt opgekomen. Maar waarom wordt er niet gewerkt aan het aanvaardbaar maken van moslims? Er zijn zoveel moslims in België en vooral in grootsteden, Antwerpen, Brussel. Waarom wordt er geen eindterm eigenlijk daarvoor ingevoerd? Dat bespreekbaar wordt, moslims, wat is dat? Wel, dus op dezelfde manier hoe dat met de homo's wordt gedaan. Waarom wordt dat niet gedaan, terwijl dat ook een gediscrimineerde groep is? Nee, maar ik vind persoonlijk dat die discussie die we aan het voeren zijn over die hoofddoek, ik vind dat gewoon weg overbodig. Maar het is niet alleen de hoofddoek, want maatschappij is islamofoob in het algemeen. Hè? Dus gewoon over de moslim in zijn geheel. Maar net zoals men spreekt over de homo in zijn geheel. Ja, maar laat ook even antwoorden. Oké, maar ik vind dat een zeer rare vraag dat ik moet onderkennen dat jullie bestaan. Jullie bestaan toch? Ja, tuurlijk. Maar waarom wordt dat niet in de eindtermen opgenomen? Zou dat niet mooi zijn? Wat moet opgenomen worden? Ik vraag me af, wat moet er opgenomen worden dan? Net zoals bij de homo's, maar dan voor de moslims? Nee, alle soorten discriminatie vind ik. Niet alleen moslims. Okay, alle maar ik vind onderricht. Ja, voilà, dat lijkt mij. Voilà, ik denk dat die vraag is terecht. Discriminatie moet gewoon weg. En dat staat in de eindtermen, sorry. Dat staat in de eindtermen dat niet kan. En ik denk dat de jurist dat kan. Ik heb de eindtermen zelf moeten lezen, moeten toepassen enzovoort. Dat staat in onze eindtermen, effectief. Dat niet kan, dat niet mag. Tussen beiden komen. Er is vanuit het gemeenschapsonderwijs zijn er werkgroepen bezig die trachten de 2 uur godsdienst of zedeleer, zeker in de laatste graad, om daarvan 1 uurtje af te nemen en dat in te vullen door een beschouwing van de andere godsdiensten en de andere levensbeschouwelijke vakken. Ik denk dat dat al een goede stap in de goede richting zou zijn. Maar daar zijn wij ook pleitbezorgers van, maar daar was het katholiek onderwijs dan weer niet erg mee gediend. Maar er is een initiatief in die aard ingediend en we zijn er nog altijd mee bezig. Eigenlijk zouden we, maar dat is misschien iets te verregaand, je zou ook kunnen zeggen, we schaffen de lessen godsdienst en dergelijke af en we vullen dat in door 1 levensbeschouwelijk vak, zoals in Frankrijk. Ik vind dat persoonlijk iets te verregaand, maar ik zou zeggen, beperkt in die laatste graad uw godsdienst of levensbeschouwing tot 1 uur en doe dan in samenspraak met alle leerkrachten levensbeschouwing en godsdienst, geef dan een invulling aan dat andere vak, waarbij dat je vanuit uw eigen religie de andere gaat bestuderen. En hoe staan de anderen ten opzichte van het homohuwelijk en dergelijke? Ja. Er is nog een vraag, daar helemaal achteraan. Ja, ja, doe maar. Dankjewel. Ik heb een vraag voor meneer Belooy. U vertelt dat uw partij zo openhartig is om te luisteren naar de mensen hun problemen. U bent ook met Monica de Koning langs 36 appartementen geweest om eens te luisteren. Wacht even. Om eens te luisteren naar de mensen hun problemen en dergelijke. En jullie hebben er 2 uur over gedaan. Dan stel ik mij de vraag, hoe komt dat je 3 minuten en 33 seconden per appartement hebt gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Was ik? Moment. De eerlijkheid dient wel gezegd te worden dat niet iedereen thuis was. Ik wil... Wat u zegt, heeft meneer Belooy niet gezegd. Op een zaterdagmorgen, als je belt, Monica de Koning was echt verbaasd. Ze heeft er dus mannen gezien in onderbroek enzovoort. Die heeft verschoten. Nee, effectief, er waren een aantal mensen niet thuis. Dus wij hebben bepaalde gesprekken gehad van 5, 6, 7 minuten. En 10 minuten zelfs. Dat we moeten zeggen van, jongens, dit moeten we afstoppen. In de zin van...
Het is, maar het heeft ons geleerd, en niet alleen mij, maar ook mijn andere partijgenoten, dat wij moeten gaan luisteren naar de mensen. Effectief. En niet alleen voor de verkiezing. Want ik ken dat, nu zit iedereen lopen op de markt, nu zit iedereen buiten komen enzovoorts. Nee, er is effectief nood aan dat wij op regelmatige tijdstippen regelmatig bij de mensen thuis gaan komen. Wij moeten terug gaan werken naar een middenveld. Dat is heel raar. Ik mocht gaan spreken voor het ACW 2 maanden geleden in Leuven. ACW, toch vrij grote groep van mensen. Ik kom daaraan, dat was aan de zee. Dat was er 100 man. Geen enkele allochtoon was daar aanwezig. Dus ik heb gezegd tegen die mensen... Ja, en ze waren aan het klagen van... Het gaat niet meer goed bij ons, we krijgen geen leden meer. Maar ik zeg maar... Denken jullie ook aan de diversiteit? Jongen, dat is moeilijk, dat is moeilijk. Ja, maar ik zeg... Met die mensen moeten jullie gaan praten, want die tellen ook mee, die horen er ook bij, in principe. En dat is iets waar het middenveld duidelijk moet aan werken. Ik ben, en de partij heeft het niet graag, maar bijvoorbeeld, ik ben zeer pissed off van de vakbonden. Ik heb het zelf meegemaakt, hoe de vakbonden mij hebben vertegenwoordigd. Het was gewoon schandalig. De Afrikaanse gemeenschap, de Maghrebijnse gemeenschap, zijn bijna niet vertegenwoordigd bij de vakbonden. Zeker niet bij de vakbond onderwijs. En dan zeg je van, jongens, er is nog heel, heel veel werk. En, ik herhaal het, en de resultaten van de vorige verkiezingen laten wel nadenken. En een aantal mensen zijn dus effectief bezig om de SPA... terug te brengen waar de SPA hoort. Tussen de mensen. Volgende vraag. Achteraan ook. Ik zie dat u de microfoon had. Ja, ik heb de microfoon ondertussen genomen. Nou, is dat niet mevrouw? Achteraan helemaal. Ja, ik heb een opmerking aan meneer daar Verkruijsen, met zijn mooie bril. U hebt juist aangegeven dat er een multiculturaliteit heerst hier in Antwerpen en dat niet evident is, dat dat niet makkelijk is. Dat zou juist wel makkelijk moeten zijn. En ik zal dat proberen uit te leggen aan een wetenschappelijke definitie. Ik zit in de scheikunde, dus ik werk in de petrochemie. Voorwerpen die zijn elektrisch geladen, positief of negatief. Voorwerpen met dezelfde polariteit, dus voorwerpen die enkel positief geladen zijn, die stoten elkaar af. En dat is wat wij hier merken in deze multiculturaliteit. Jullie stoten ons af. Eigenlijk de definitie die jullie geven aan neutraliteit is eigenlijk gewoon de definitie van discriminatie. Discriminatie vervangen jullie door neutraliteit. Maar voorwerpen die met tegengestelde polariteit geladen zijn, dus positieve en negatieve, die trekken elkaar juist aan. Dus vermis dat er in deze samenleving boeddhisten, joden, christenen, moslims, homo's, lesbisch leven, we zouden eigenlijk elkaar moeten aantrekken en dan zou de multiculturaliteit eigenlijk beter van pas zijn. Dus ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel met mijn definitie. Ja. Dat is eigenlijk puur wetenschappelijk, dat kan niemand niet tegenspreken. Want dat is een... Ik zal... ik zou u misschien kunnen aanraden om 500 meter verder is naar het Atheneum van Antwerpen te gaan. En daar zal u zien dat dat inderdaad dat men wel slaagt met de verschillende religies, achtergronden, etnische achtergronden en dergelijke, om naar school te gaan. Hè. Die twee meisjes hebben wel hun slag thuis gehaald. Want een auditeur treedt hun voor een stuk bij. Pardon? Er is nog geen definitieve uitspraak. De strijd, denk ik, ik begrijp u, en hetgeen dat u zegt is heel interessant, inderdaad. Hoe meer diversiteit en hoe meer dat we de diversiteit accepteren binnen onze samenleving, hoe beter dat de samenleving kan verlopen en werken. Juist. En het ander, dat wij de strijd toch niet gaan winnen, is verkeerd. Dat is, wij moeten de strijd aangaan op twee niveaus, op twee dimensies. Eén, het juridische, dat is heel belangrijk. En dat is hetgeen momenteel gebeurt. En u zal zien...
gemeenschapsonderwijs zal binnenkort geen andere keuze hebben dan de schorsing. En twee, de minister zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, want anders verliest hij alle credibiliteit. En drie, ik denk dat wij ook moeten werken aan de dimensie van het connotatieve. En wat bedoel ik daarmee? Dat wij ons niet, dat onze tegenstanders niet gaan invullen hoe dat wij levensbeschouwing ervaren of percipiëren. Als iemand denkt dat hem met een hoofddoek beter af is, of iets anders, of een andere levensbeschouwing, so be it. Dan moet je het juridisch gewoonweg accepteren. Ga je daar niet op focussen, maar ga vanuit een dialoog, een samenleven en een acceptatie van elk individu in deze samenleving als op een gelijkwaardige manier. Ja. Nee, het is het nieuws dan, mevrouw. Anders wordt het een eindeloze discussie. Ja, oké. Okay. Ik heb een mooie bril, hè. Goedenavond. Ja, ik ben, mijn naam is Patricia van Krommerugge. Ik ben zelf 10 jaar geleden bekeerd tot islam. Ik vind het jammer. Ik heb jammer genoeg geen kindjes, spijtig genoeg. Maar ik ben heel gelukkig met moslim te zijn. En jammer genoeg kan ik mijn geloof niet goed beleven hier in Borgerhout in Antwerpen. Ik heb heel veel vriendinnen die kindjes hebben die moslima zijn. Want je hebt nu ook heel veel, meneer van de derde meneer daar, Wim. Ik wil ook tegen u zeggen, vergeet niet dat er in onze gemeenschap heel veel bekeerlingen zijn van Belgische nationaliteit, zoals ik, en hun partner buitenland is. Dat er heel veel kindjes ook hun eigen geloof willen beleven. Hun vader is moslim, moeder is bekeerd, ook moslima. Ik vind dat heel belangrijk dat je dat ook weet en dat jullie dat ook hier weten. Ik heb heel kleine kindjes, soms peutertjes en kleutertjes en dat eerste studiejaar, daar ik heel veel mee omga. En die zeggen ook van, ik wil naar school gaan met mijn hoofddoekje. En dat ze niet meer de schoolpoort willen binnengaan, want ze willen hun eigen zijn. Als kind niet meer zijn eigen kan zijn, dan kan een kind ook niet meer gelukkig zijn. En dat is ook voor zoals de jonge meisjes hier, 16, 17 jaar, juist hetzelfde. En zoals ik ook, jammer genoeg moet ik niet meer naar de school gaan, want ik zou ook niet de school willen gaan zonder mijn hoofddoek. Dit is mijn vrijheid. Pak dat niet af, want ik voel mij goed. En ik vind de kinderen hebben het recht om naar de school te gaan, hun eigen te zijn. En ik vind dat mooi, want we doen niks fout met een hoofddoek. Sorry, en ik vind dat moet kunnen. Heeft u ook een vraag? Dat is mijn vraag, dat dat moet kunnen. Dat de kinderen naar school moeten kunnen gaan met een hoofddoek. Dat dat moet kunnen. En dat vind dat belachelijk dat de regering, heel de regering, in plaats van blabla doet, een keer luistert naar elke mens en hoe dat zich voelt. Ik ben de gelukkigste vrouw en ik vind dat kinderen moeten gelukkig zijn vanaf als ze klein zijn. En neemt dat niet af. Jullie neemt dat af. En voor de vierde meneer... De vierde meneer, had ik ook nog een vraag. Ik heb boven mij altijd een bovenbuurman gehad en die was homo. En ik moet zeggen, ik had daar geen enkel probleem mee. Ik voelde mij goed met die buurman en ik hoop dat iedereen kan zijn wie dat hem is. Ben je moslim, katholiek, ongelovig, ben je lesbien of homo? Mijn ding is, laten we één maatschappij zijn in vrede. Dat we overeenkomen en dat moet kunnen. Dat was het doel van dit debat eigenlijk. Ja, dat is ook dat iedereen kan zijn. En ik vind, ik heb een bovenbuurman en ik voelde me daar goed bij. Ik had daar heel geen probleem mee. En hopelijk dat ook in de scholen en in onze maatschappij dat ze aanvaard wordt. Dat is genoteerd. Is er nog een... Zijn er nog vragen? Of kunnen wij met deze boodschap van die mevrouw eigenlijk afsluiten? Er is nog één vraag. Ah, goed zo. Ik had eigenlijk een... Sta even recht, dan zien we u ook. Ik had een kleine vraag voor meneer Beloy. U sprak er juist over de antidiscriminatiewet binnen het onderwijs, waar ik ook volledig voor ben natuurlijk. Maar faalt deze wet niet enorm wanneer we jongeren naar Syrië zien vertrekken? Aangezien dit laat zien dat de moslims zich toch niet thuis voelen en dat die wet eigenlijk niet zo goed werkt, blijkbaar. Nu, ik ga erop antwoorden op een heel eenvoudige manier. En ik ga me niet wegsteken, maar de moderator heeft gezegd van ik ben niet meneer Bonte.
En ik vind niet dat ik daarop moet antwoorden. In die zin van, ik heb andere specialiteiten, ik heb andere zaken waar ik voor sta. Maar u sprak daar net vol trots over die antidiscriminatiewet en dat we niet ons moeten focussen op de moslims uitzonderlijk, omdat die wet daar eigenlijk omvat. Dus vandaar dat ik u erover aanspreek. Ik snap het niet goed. Antidiscriminatiewet en... Nee, maar als ik mevrouw goed begrijp, dan zegt zij die discriminatie die er bestaat, die reëel is, leidt ertoe dat jongeren naar Syrië gaan. Dat is wat u eigenlijk zegt. Dus stop daarmee. Dat is wat ik u hoor zeggen. Dan moet ik zeggen, mevrouw, want ik blijf verstaan. Ja. Nee, dan weet ik niet wie ik spreek. Ik ben echt blij dat je die vraag stelt. Want ik denk dat de discussie rond de hoofddoek, vind ik, ja, die moet gevoerd worden sowieso. Ik ga er niet mee achter verschuilen. Maar ik vind dat de discriminatie die er gebeurt op deze moment van de allochtone gemeenschap in Vlaanderen is enorm. En ik heb het zelf ondervonden, constant. Mijn kinderen ondervinden het, mijn omgeving ondervindt het. En daar moeten wij samen iets aan doen. En daar moeten wij zorgen dat wij degelijke vertegenwoordigers hebben op alle niveaus. Bijvoorbeeld als jij... Mochten wij ooit krijgen een directeur, een moslimdirecteur in Antwerpen... Dan zou ik willen weten hoe dat hij zou reageren als hij directeur is van zo'n school. En dan pas kunnen we zaken veranderen. Als men die mensen daar geraken. Zowel de moslims, zowel de Afrikaanse gemeenschap enzovoorts. Het is toch godsgeklaar dat, zet je tv op in BBC, dan zie je daar alle kleuren op het scherm. Alle kleuren die daar vertegenwoordigd zijn enzovoorts. Als presentator, als minister enzovoorts. Wij zitten hier in Vlaanderen op de VRT en je hebt één allochtone persoon als beeldfiguur. Mijn eigen dochter. Ik zie dat niet als een oplossing om nog meer kleur te brengen op tv of nog meer kleur in andere functies. Maar zou het niet beter zijn, moesten de mensen die er nu zijn gewoon een beetje aan een mentaliteitsverandering doen? Of ja, een maar, beetje... dat is juist, maar je mag één ding niet vergeten. Dat is zo belangrijk. Als je aan de top, als dat volledig wit is, moet je niet verwachten dat die top zich gaat bezighouden met diversiteit. Ik was op het ministerie... U bent echt aan het verhaal gemeen, nu eerlijk. Nee, dat is niet waar, maar geef mij voorbeelden van topmensen van niet-Belgische afkomst. Nee, ik wil zeggen... Ja, ik zeg van, er zijn er... Jongens, mensen, oké, je gaat er... Moment. Stop. Je gaat er vinden, alsjeblieft. En dan weten dat je het gaat vinden. Maar als ik morgen BBC opzet, dan zie ik daar verschillende kleuren op mijn scherm. Zie ik op deze moment de VRT. En ik ga één ding zeggen. Studio 100 moest een programma maken voor de VRT. En ze weigerden een allochtoon op scherm te brengen. Dat zijn zaken... Die jullie niet weten natuurlijk, maar dit zijn zaken die kei erg zijn. En wat je zegt, van, dan staan we nog heel ver van een diverse maatschappij. Maar en dat is gewoon de realiteit op dit moment. En zolang dat wij aan de top van bazen, van vertegenwoordigers enzovoorts, geen allochtone mensen hebben die beslissingsmacht hebben, hebben wij het te zeggen. Oké, mag ik daar even op reageren alsjeblieft, meneer de moderator? Ja, tuurlijk. Ja, okay. Ik kan het debat niet te lang verstoren deze keer. Nee, ik hoop het, want het is bijna 10 uur, hoor. Ja, geen probleem. Ik wil me ook even naar meneer Beloy richten, eigenlijk. Hij zegt altijd, de top is maar blank en er komen geen kleurlingen in. Ik denk dat u daar de hand wel in eigen boezem mag steken. De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abou Talib, is een Marokkaan van Rifijnse origine, uit de streek van Nador. Hij heeft 2 jaar geleden of 3 jaar geleden Patrick Janssens bezocht. Het Schepen College van Antwerpen. Zijn eerste vraag was... Meneer Janssens, hoe komt het dat u geen enkele schepen van allochtone origine hebt, terwijl meer dan een derde van uw stad uit allochtonen bestaat?
Dus ik denk dat de SPA daar echt wel de hand in eigen boezem mag steken, dat er zo weinig doorstroming is van kleurlingen naar hoge posities. Wat u ook heeft gezegd, ik heb u ook niet onderbroken, meneer. Dat heeft meneer Beloy al gedaan, hand in eigen boezem gestoken vanavond. Het is toch, laat ons antwoorden. Hetzelfde geldt voor de openbare omroepen. Ik ben nog niet klaar. Het eerste puntje van de politiek. De politiek. Voilà, op deze moment. De SPA bewijst nu toch verdomd dat op de eerste 4-5 plaatsen op alle lijsten staat dus Marokkanen en Turken. Die zijn allemaal vertegenwoordigd op deze moment, zullen vertegenwoordigd worden. Maar om welke reden? Om welke reden? Omdat ze de hoe noemde dat? De kiesdrempel zelfs niet dreigen te halen op bepaalde plaatsen. Ze hebben zoveel schrik om gewoon geen rol meer te kunnen spelen in het politieke landschap, dat ze wel genoodzaakt zijn om er allochtonen op te zetten. En daar noemen wij hen ook alibi-allochtonen. Nee. Meer is dat niet. Want op het moment dat SPA aan de macht was, de hoogconjunctuur van de SPA, heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele allochtoon iets bereikt binnen de SPA. En het was ook tenslotte de SPA die het hoofddoekenverbod aan de loketten heeft ingevoerd. Moment. We gaan toen ze geen nood aan allochtonen. We gaan niet als om elkaar, maar wie is Europees voor de SPA, voor Europa staat, Said El Khadraoui. Dat is volgens mij geen Belg, hè? Ja, nee. Hij is een halve Belg. Ja, zijn moeder is Belgische. Oké, excuseer me. Nee, het mag gezegd worden. Sorry voor hem dan, in principe. Maar hij was wel de eerste, inderdaad, die zijn kans heeft gekregen in Leuven. Bij welke partij? Bij de SPA van Louis de Bak, oké. Maar wat heeft hij allemaal verwezenlijkt in Leuven? Hij heeft niks bereikt. Daarom hebben ze maar Europa gesmeten. Nee, houdt zich nu, maar houdt zich nu bezig met economie, met buitenlandse handel, weet ik veel. Trouwens, de tweede man achter Tobak, die jij voorbereidt voor opvolging, is tuurlijk, ook van... Tuurlijk, daar heb ik ook over gelezen. Maar de vraag is concreet, wat hebben die allochtonen bij SPA eigenlijk bereikt? En u zegt ook iets over de openbare omroep. Ik vind dat de openbare omroep juist een nog grotere weerspiegeling moet zijn van de huiskamer, waarin heel veel allochtonen zitten. U zegt dat uw dochter Tatjana, zeker, Beloy? Ja? Dat is de enige die u zegt van allochtone zin, dat is ook niet waar. Nee, in beeld. In beeld. Riyad Bari, Boukris, je hebt er nog een ander, een half Marokkaanse ook. Dus je hebt verschillende gezichten. Wij zijn met drie. Alsnog? Met drie in voor Vlaanderen. Oké, dat klopt. Maar verwacht u dat er iemand met een hoofddoek het nieuws mag lezen? Nee. Ik ken dames met hoofddoek die enorm welbespraakt zijn, Nederlands van een extreem hoog niveau kennen. Zij solliciteren bij de VRT. Zie je welke zoptasje krijgen? Koffie halen. U mag secretaris zijn. Dat is de enigste functie waarvoor ze in aanmerking komen. Weet je wanneer de moslimgemeenschap zich geaccepteerd zou voelen, meneer Beloy? Wanneer een vrouw met hoofddoek het 7 uur journaal mag aflezen. En dan zijn wij volwaardige burgers. Oké, maar... En trouwens, nog een kleine anekdote. U bent profvoetballer geweest bij Beerschot. Bent u nooit gediscrimineerd geweest? Ja, maar ik zeg op Beerschot gooiden ze naar ons. Als ik 11 jaar was, ging ik ook op de Beerschot kijken. Gooiden ze naar ons met bananen. Moment, ik... sorry, maar ik ga even daarop antwoorden. Dus u moet echt alles weten over discriminatie? Ik denk het wel, maar die vragen worden niet gesteld. Maar we praten helemaal op de hoofddoek in principe. Maar er is heel veel... Ik heb gespeeld op Beerschot, tegen Antwerpen. Ik sta daar op een plein met 20.000 toeschouwers. Wat krijg ik op een bepaald moment? Een banaan voor mijn voeten geworpen. Dat waren normale zaken enzovoort. Was het normaal? Nee, maar dat leek normaal toen op een moment. Dus over discriminatie, denk ik, kan ik boeken open doen als dat op aankomt. Maar ik vind wel dat we die discussie eens moeten voeren op een deftige manier en niet zo tussen soep en de patatten in feite. Nee, maar het feit is effectief, ik wil gewoonweg aanhalen dat voor al de gemeenschappen die hier zijn, effectief, laat ons toch eens nadenken over het feit dat als je wilt participeren, moet je zorgen dat je mensen krijgt die mee beslissingen kunnen nemen. Dat is ook hetzelfde in partijen enzovoorts. Als je daar mensen hebt die mee kunnen beslissingen kunnen nemen enzovoorts, dan kun je zaken veranderen. Dan kun je zaken wijzigen. Dat is gewoon het gegeven. Er is nog één vraag daar en dan gaan we afsluiten, want het is... Van een bekende Vlaming. Dus, pardon? Ik geef hem het woord. Ja. Even recht staan en zeggen ook tot wie je zich richt. Tot de man van GO Onderwijs, meneer Verkruijsen. Ja. Twee vragen eigenlijk. Mm-hmm. U stelt eruit dat uw evaluatie is, er zijn maar twee klachten van twee moslims, dus er is eigenlijk geen probleem. Ik denk dat u geluk hebt dat de Marokkaanse gemeenschap heel braaf is.
dat ze niet veel meer van hun tak hebben gemaakt om eigenlijk kipkap te maken van uw verbod. En dan kom ik eigenlijk tot de vraag van, hebben jullie wel een effectieve evaluatie gemaakt? Weet u wel wat er leeft bij die kinderen? Dat er heel veel van die meisjes thuis of ergens anders les krijgen? Want u weet, er is geen schoolplicht, maar wel een leerplicht. En twee, vanavond is er heel vaak de term diversiteit gehanteerd geweest. Ik vind dat heel belangrijk. Maar de vraag is, hoe vullen wij diversiteit in? Wat is voor u diversiteit? Als u toch een heel belangrijk element van diversiteit uitsluit. Kinderen moeten leren omgaan met elkaar. En dat kan best van heel vroeg op school. U gaat dan de realiteit negeren. Want die kinderen die op school die de hoofddoek niet tegenkomen, gaan die wel tegenkomen op straat. Kom je wel tegen als ze op bezoek gaan bij elkaar. Dus ik vind dat een beetje hypocriet. Misschien is dat wel een scherpe bewoording. Een heel hypocriete benadering. En de stellen van, ja, ze moeten zich maar aanpassen. En anders op randen kunnen ze toch niet terecht. En daar geef ik u wel gelijk. Ik vind het ook zelfs ook beschamend dat de anderen net en ook hetzelfde beleid voeren. Namelijk geen hoofddoek, geen diversiteit. Want een diversiteit betekent een effectieve weerspiegeling van uw maatschappij. En uw maatschappij is niet helemaal divers samengesteld. He, meneer Beloy heeft het over homo's, oké. Okay. Je hebt ook mensen met een andere kleur, je hebt mensen met een andere interesse, je hebt mensen met een andere religie, je hebt mensen met een andere kijk op de wereld. Je hebt ook moslims. En eigenlijk zegt u van, eigenlijk dulden wij de moslims niet. En de vraag is, vandaag is dat het hoofddoek, wat is er morgen? Wat moeten moslims nog meer doen om meer aanvaard te worden? Ze gaan kleuren? Ik weet dat niet. Of een pruik, ja, voor u misschien een pruik, maar sorry. Laat even antwoorden op de vraag. Ik zal toch nog, ik heb hier de neutraliteitsverklaring van ons liggen, die iedereen moet ondertekenen die bij het GO komt werken. Daar staat in diversiteit, kritische geest en actief pluralisme. Het is maar het enige dat wij hebben gezegd, om dat te bewerkstelligen, en dat is een middel, en ik heb daar juist ook gezegd, geen doel, hebben wij, heeft de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, ervoor gekozen om dat in alle sereniteit en in alle kalmte te doen. En als het afdoen van levensbeschouwelijke kentekens binnen de schoolmuren hier kan toe bijdragen, wel, des te beter. En daardoor is ervoor geopteerd om het verbod in te voeren. Kijk, ik zal u een voorbeeld. Nee. Ik zal u. Kijk, ik behandel de dossiers. Hè. Ik zal u een voorbeeld geven. Een leerkracht, een algemeen vak, kwam de klas in en hij had op zijn arm een heel groot kruis, een christelijk kruis, getatoeëerd. Die is naar de directie moeten komen en die heeft een hemd met lange mouwen moeten aandoen. De SIX juist hetzelfde. Het is niet. U doet het nu overkomen of dat wij ene soort bevolkingsgroep of één religie viseren. Maar dat is toch totaal niet het geval. Het is toch een algemeen verbod op alle levensbeschouwelijke kentekens. Wat was de oorzaak van het verbod? U hebt ze vaak aangehaald. Hoe is het dat het gezegd van de dreiging tegen de weer naar de Nu begrijp ik niet wat u bedoelt. Nee, ik ook niet zo goed, maar. Pardon, sorry, er al nog eens. Er zijn verschillende motiveringen geweest. Hè. Ten eerste om te vermijden dat er druk zou uitgeoefend worden op leerlingen die geen levensbeschouwelijke kentekens dragen. Ten tweede, de algemeenheid ervan is om concentratiescholen te vermijden. En ten derde, om de vrede te bewaren binnen al onze scholen. Om een verbod af te kondigen op de levensbeschouwelijke kentekens. En eerlijk gezegd, het werkt wel ook zo. En ik heb er trouwens, wat betreft de zaak van de twee zaken die aanhangig zijn. Oké, ja, ik kan begrijpen dat men dat wat geconcentreerd heeft, maar daar ben ik ook vragende partij, een machtende partij, of wat dat justitie hier zal over zeggen. Hè. Daar kan ik me nu nog niet op vooruit lopen. Goed.
Ja, ik heb het u juist gezegd. We hebben zelf het initiatief genomen om naar een brief te schrijven aan de voorzitter van de Raad van State met de vraag van, kijk, er zitten hier veel mensen in rechtsonzekerheid, zowel leerlingen als leerkrachten. Maak daar nu iets werk van en neem daar ook eens een beslissing in. Want in de eerste fase heeft de Raad van State geen uitspraak gedaan. Ze hebben het laten aanmodderen en aanmodderen, waardoor natuurlijk alle leerlingen al afgestudeerd waren. En dan zei men, de Raad van State, ja, maar nu hebben ze geen belang meer, want ze zitten niet meer op die school. Hey, eigenlijk hadden we al 3 jaar geleden een duidelijke uitspraak moeten hebben. Ja. Hey. Goed. Hier nog een laatste vraag. Ja. Goedemiddag, mijn vraag is gericht naar meneer Blooy. Ten eerste even over die antidiscriminatiewet. Net door die terugwerkende kracht is dat een dode letter papier, maar zwart, daar gaat het niet over. Mijn vraag is nu gericht naar u, omdat u van SPA de minister van Onderwijs levert, Pascal Smit. SPA heeft na het verlies van de gemeenteraadsverkiezingen 180 graden gedraaid dan met de hoofddoek en dergelijke. Nu omarmen ze wel diversiteit. En het hoofddoek is dan plotseling geen issue meer. Maar mijn vraag nu is, Pascal Smit heeft wel enkele jaren geleden, in 2009, zich openlijk geuit dat hij niet staat achter moslimscholen, net uit emancipatorische redenen en niet uit een reactie op het hoofddoekverbod, dus echt emancipatorische redenen, en zich dan nu wel terug uit dat hij voor het hoofddoekverbod is. Is dit dan geen dubbele standaard? Kijk, dus Pascal Smit heeft gezegd dat hij... Nu, persoonlijk moet ik zeggen, ik ben ook niet voor het systeem van Lucerna colleges enzovoort. Het is wel ons grondwettelijk recht, hè? Nee, oké, dat is uw recht. En ik ga daar... We kunnen daar niks tegen doen, enzovoort. Maar dit is geen vorm van samenleven. Als wij scholen gaan maken voor Joden, voor Turken, voor moslims... Ja, dat mag, dat is geen enkel probleem voor mij, dat mag, doe. Maar ik denk, voor de samenleving is dat geen winst gegeven. Dat is gewoon alles. En ik denk, voor de diversiteit enzovoorts, is het veel beter, denk ik, dat wij samen de zaken oplossen, dat we samen komen tot een oplossing, dan dat we gaan werken met Joodse scholen, bewaakt door... veiligheidsagenten, daarnaast een Turkse scholen en daarnaast moslimscholen. Ik denk niet dat dat een winstgegeven is voor ons. Maar het mag, het kan en het bestaat. Ja. Okay. Abdelai wil er hier ook nog iets op zeggen. De grondwet garandeert 1. Ieder om op een vrije manier eigen onderwijs te organiseren. En 2. Het is aan de moslims. Die trein is vertrokken. En ik merk heel wat initiatieven in Vlaanderen die in die richting wijzen. Het is aan de moslims om verdorie te bewijzen hoe het anders kan. Een school, noem het een moslimschool of een school die geïnspireerd is vanuit islamitische referentiekader, maar een school die openstaat voor alle leerlingen, voor alle levensbeschouwingen en waar elk leerling zijn eigen kan zijn. Daar pleit ik voor. En het zal niet lang meer duren. Kunnen we hiermee afsluiten? Heren, ik dank u voor het open debat. Dames en heren, dank u wel iedereen. Dat was het tweede debat van PAJ in samenwerking met de Andere Mening en het Afrikaans Platform. Mag ik eventjes uw applaus voor Abdelhai, voor Wim, voor Paul en voor onze moderator die een schitterende job heeft geleverd, meneer Rick van Kouwelaert. Ik ga ze nog wat pralinekjes geven zonder alcohol. Ça va? Zonder gelatine, alles. Alsjeblieft. Dank u wel.